Lieve mensen in de zaal, het is weer zover. Wij gaan u niet langer in spanning houden. En wij vragen aan het orkest ook eventjes om even de laatste vier maten te spelen. Dank u. Ja, dat is een goed orkest. Het is meteen gestopt. Je hebt in één maat weten ze al prima. Misschien even een applausje voor het orkest, lieve mensen. Jawel. Ga er maar eens aan staan om op een verkiezingsavond muziek te maken. Jongens, helemaal top. Mevrouw Verven, we hebben nieuwe uitslagen. Je zou bijna zeggen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dames en heren in de zaal, tot u spreekt weer onze burgemeester. En wij gaan kijken de tussenstand na 15 stembureaus. Dat is bijna de helft, hè? Dat gaat mooi. Eerst even voor de duidelijkheid. Ik heb aangegeven overige partijen, zojuist bij het oplezen. En dat is ook voor alle mensen die de percentages heel precies volgen, moet ik dat ook wel even zeggen. Ga ik nu niet meer doen. Dat waren de partijen die de vorige keer meededen, maar die... Dat percentage is nodig om tot de 100% te komen. Dus dat vergeten we vanaf dit moment. De nieuwe stembureaus die we gaan toevoegen, dat is stembureau 3 nu. Dat is ook Wilgenburg, dus dan hebben we twee keer Wilgenburg-Oost gehad. Dat is stembureau 10, basisschool De Gorsen. Dat is nummer 15, stembureau 15, dat is zorgcentrum François Haverschmidt. Dat is 17, stembureau 17, de Wegwijzer. En we krijgen dan stembureau 27, dat zorgcentrum Harga Spaarland. Nou, daar komen ze. De uitslag, de tussenstand na 15 stembureaus. P van de A, 21,5. SP, 6,7. CDA, 11,9. VVD 14,1. Leefbaar Schiedam Actief 9,1. GroenLinks 6,8. AOV 6,1. Gemeentebelangen 3,6. D66 9,7. Ton 6,5. Progressief Schiedam 4,1. Ja. We zijn er even stil van. Even stil van. Terwijl u in de zaal ook allemaal even meerekent, dan kijken we even mee. Partij van de Arbeid zou ongeveer op 7 zetels uitkomen. We blijven het maar even grofweg door 3 delen. De SP komt uit op 2 zetels. Het CDA bijna 4 zetels, zeg maar een 4 zetels. De VVD zit tegen de 5 zetels aan. Leefbaar Schiedam 3 zetels rond, GroenLinks 2 zetels met ietsje erbij, het AOV 2 zetels rond, gemeentebelangen 1 zetel, D66 3 dikke zetels, Trots 2 zetels en Progressief Schiedam 1 dikke zetel. Dit is natuurlijk de stand na 15 stembureaus, we hebben er 33, dus we gaan weer voorlopig eventjes wachten tot de nieuwe binnenkomen. We kijken op de klok, het is 10:45, ik denk dat we aardig op schema zitten. Ja, ik ben helemaal niet ontevreden. Ik vind dat er hard snel geteld wordt, dus er wordt hard gewerkt. Er wordt heel hard gewerkt. Gaan we weer eventjes beraadslagen. Zo halverwege zo'n avond dan ga je rekenen. Ik kan me nog herinneren van, ik meen 4 jaar geleden, dat die laatste uitslagen toch het hele verhaal omver gooiden. Ja, het is een soort roulette ook een beetje. Nou, roulette is het niet, maar je kunt zien dat er toch verschillend in de wijken gestemd wordt. Dus nogmaals, we zeiden net al van de uitslagen, dat is leuk. Ja. Iedere wijk heeft toch zijn eigenheid. En we blijven hier zitten tot we ook die laatste stembureau de uitslag kunnen vertellen. Even, dit zijn natuurlijk voor de partijen in het totaal. Ik kan me voorstellen als je op de lijst staat, dat je toch heimelijk wil weten hoeveel mensen er op jou gestemd hebben. Hoe werkt dat? Wanneer komen mensen dat te weten? Nou, dan moet vanavond, als die stembureaus hier naar het stadskantoor toe komen, dan hebben ze eigenlijk ook de uitslag al op persoon. Ja. Maar dat kan wel eens heel laat worden vanavond. En dat moet ook allemaal nageteld worden. Dus ergens vannacht krijgen we ze binnen. Ja. Morgen kunnen we dus een voorlopige uitslag bekendmaken. En vrijdag definitief, zoals ik het al aangegeven heb. Ja. Maar ik weet niet hoe snel het gaat. Maar als het een beetje mee zit, dan kan er een voorlopige indicatie misschien nog wel komen. Maar het gaat nu zo vlot dat ik dat misschien wel durf uit te spreken. Het lijkt mij trouwens, ik ben geen raadslid.
zal het misschien nooit worden ook, zal het waarschijnlijk nooit worden. Maar het lijkt me heel bizar om te weten te komen hoeveel mensen er nou op jou gestemd hebben. Wat is dat voor ervaring? Ja, dat is heel apart. En niet alleen dat je weet dat er veel mensen op je stemmen, maar ook zo'n dag. Ik heb dat zelf meegemaakt. Heel veel mensen zeggen, ik heb op jou gestemd. En dat bevestigt dat verantwoordelijkheidsgevoel wat je krijgt nog eens een keer meer. Want ja, die mensen stemmen op jou omdat ze vertrouwen in je hebben. Ja. En ik vind dat toch wel een heel natuurlijk systeem om de kiezers ook... Echt degene op wie ze stemmen het gevoel te geven. Nou, jullie zitten er voor mij. Ja, ik zit ineens te bedenken dat wij in een soort setting zitten zoals het schaatsen. Mart Smeets en u bent dan Ria Visser, zou ik maar zeggen. Maar wij hoeven het niet over de binnen- en buitenbochten. Wij hoeven niet over binnen- en buitenbochten te beslissen. Het zal nu wat sneller gaan. We gaan denk ik binnenkort over een aantal minuten wel weer misschien heel snel nieuwe uitslagen krijgen. Wij gaan even over naar Patrick. Want die staat heerlijk aan de staattafel. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. De een zegt je zit lekker en de ander zegt ik sta lekker. Patrick, je staat aan de tafel met Adrie Reinhout. Ja, dat klopt. En dus kunnen we ook gaan praten over D66. Want dat is de partij waar meneer Reinhout ongetwijfeld de meeste belangstelling vanavond voor zal hebben. Maar ik neem aan dat u toch ook wel kijkt hoe het totaalplaatje eruit ziet. Ik kijk met name ook naar het totaalplaatje. Want het gaat om de complete toekomstige raad natuurlijk. En dan zie ik in ieder geval dat het geen makkelijke collegeonderhandelingen zullen worden. Nee, want alle 11 de partijen die deelnemen lijken in de raad te gaan komen. Dat denk ik ook. En ik denk dat er een aantal partijen ook zijn die rond de 4-5 zetels gaan zitten. En dan wordt het toch lastig onderhandelen, denk ik. Of er moet na de PvdA een... partij zich aandienen die daarbij in de buurt komt, dan wordt dat weer wat makkelijker voor die twee grotere. En dan kunnen ze in feite een derde partij die ze dan nodig hebben, ja, die kunnen ze uitkiezen. Ja, want je moet een aantal halen van 18 natuurlijk om in ieder geval meerderheid in de raad te hebben. Maar liefst heb je dan natuurlijk iets meer. 18 is, dat vind ik te weinig. Je moet een zo breed mogelijk draagvlak hebben. Je moet programmatisch proberen toch met z'n allen op één lijn te komen. En dan kan je ook geen partijen erbij hebben die van de gemiddelde lijn te veel afwijken. Hè? Want dan krijg je weer tijdens de rit waarschijnlijk hele moeilijke zaken. Dus dit is niet eenvoudig. Ik denk dat het een 3 of 4 partijen college zal worden. Een 3 is maar, dat is maar de vraag of dat lukt. Als we een beetje kijken naar de uitslag als die er zo zou zijn, dan lijkt het me dat de Partij van de Arbeid de leidende rol in de formatie gaat hebben, maar dat ze hard op zoek zullen moeten. Ja, dat denk ik dus ook. Ik zie de PvdA nog wel ietsje stijgen, denk ik, want die gaan ook profiteren van de verdeling van de restzetels. De VVD groeit mogelijk nog wel door. Het CDA, ja, ik denk dat die er één gaan verliezen. En... ja, ik ben toch heel optimistisch over mijn eigen partij natuurlijk. Ik sluit niet uit dat ze uiteindelijk, want Noord moet nog binnenkomen, uiteindelijk op 5 uitkomen. Ja, en dat geeft u ook terecht aan. Schiedam Noord, dat is een wijk waar traditiegetrouw veel stemmers van D66 zitten. Ja, zeker, dat is juist, ja. En sommige delen van West ook wel. Nieuwland minder, de oudere wijken minder. Het is echt Noord, ja. Vorig jaar was het voor D66 een heel ander verhaal. Marcel Houtkamp behield de raadzetel voor D66. Maar goed, het lijkt erop alsof hij in ieder geval versterking gaat krijgen. Nou, hij krijgt sowieso versterking. 4 jaar geleden toen scoorde D66 in Schiedam relatief hoger dan de omliggende gemeente. Als dat zich doorzet, en ik hoorde elders dat de verwachting is zo 4 voor D66... Als je dan die extra zetel erbij telt, zit je maximaal op 5. En dat zou natuurlijk een prachtige score zijn. Zou D66 een partij kunnen zijn die weer met deze uitslag misschien in het college terechtkomt? Ja, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Ik ben slechts eenvoudig lijstduwer. En daar bemoei ik me niet mee. Maar als je naar de winst kijkt die wij dan zeer waarschijnlijk gaan maken... dan zou je op grond daarvan zeggen, dat zou dan wel een goede kandidaat zijn om heel ver te komen bij de collegeonderhandelingen.
De winst die D66 gaat maken, is dat puur het goede beleid wat Marcel Houtkamp dan heeft neergezet? Of is het toch ook een effect landelijk? Dat mensen wat ze dan noemen op het Alexander Pechtold effect afgaan? Ja, dat is voor mij een stokpaardje. Als mijn partijgenoten me nu horen, dan hebben ze dat verhaal wat ik nu ga zeggen al heel vaak verteld. Ik denk dat voor 90-95% de uitslag landelijk wordt bepaald. En als je erg je best doet en je hebt een item, dan kan je landelijk daar denk ik of plaatselijk maximaal een zetel bij scoren. Dat is ons in het verleden een keer gebeurd met de erfpacht in 1986. En wellicht is die zo goed opgevallen de afgelopen 4 jaar dat hij in staat is om daar zelfstandig een zetel bij te verdienen. Zou Sportpark Ketel ook zo'n item kunnen zijn waar D66 nog extra zetels of extra stemmen ophaalt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is een lokaal item. Ik sluit dat niet uit. Als veel mensen van die sportclub nu op D66 zouden stemmen die anders op een andere partij hadden gestemd, dan zou dat kunnen. Maar ik ken de impact van het onderwerp niet goed. Dus ik kan ook moeilijk inschatten wat dat gaat betekenen. Dat moeten we zien. En dat kunnen we aan de hand van de uitslagen per stembureau natuurlijk wel achterhalen. Nu heeft u al eens gewerkt als wethouder. Stel dat D66 toch bij u aan de deur klopt met de vraag: meneer Reinoud, zou u voor onze partij wethouder willen worden? Nou, ik heb 10 jaar met heel veel plezier het wethouderschap hier vervuld. Ik denk niet dat ze bij mij aan de deur komen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan, nogmaals. Ik weet niet wie er kandidaat is als wethouder, daar weet ik ook helemaal niks van. Ik heb volletjes rondgebracht, ik heb bij wat kramen gestaan. En ik heb wat foto's gemaakt en dat is mijn bijdrage geweest. Voor de rest heb ik me er niet veel tegenaan bemoeid. Dus ik weet ook niet wat er in de boezem van de nieuwe fractie leeft. Kijkt u wel met tevredenheid terug op de campagne van D66? Ja, ik wel. Ik denk dat ze heel goed campagne hebben gevoerd. Dat ze het heel keurig hebben gedaan. Dat ze zijn opgevallen. Dat ze een paar goede items hadden. Maar ja, hadden andere partijen ook wel natuurlijk. Maar ik denk toch dat ze er partijdig als ik ben, hè, dit, want dat mag, dat ze het goed hebben gedaan. Ja. De laatste vraag ook nog eventjes voor u, meneer Reinoud. Waar hoopt u nog op voor D66? U bedoelt inhoudelijk of qua zetels? Qua zetels. Ik hoop echt op 5. Oké. Nou, we gaan het volgen en ik bedank u voor dit gesprek. Graag gedaan. Adrie Reinoud van D66. Zo is dat, Patrick. Ja, lieve mensen, het is ondertussen laat aan het worden. 11:05. Ik hoop dat u toch nog wel even de moed houdt thuis om mee te blijven kijken. Want laten we eerlijk wezen, het is maar 1 keer in de 4 jaar de gemeenteraadsverkiezingen. En we zijn natuurlijk hard op weg naar de einduitslag. We hebben al zo'n beetje de helft erop zitten. Collega Wiebe Hogeveen, die heeft vandaag ander werk gedaan. Die heeft de camera gepakt en die is gaan kijken in de stembureaus. Met zo'n stempas kunnen jullie dadelijk je melden aan het begin van de bus. Daar krijgen jullie een stembiljet. En op een stem... Ja, hartstikke goed. Nou, doe nog een keer met z'n allen. Schiedam heeft er zin in. Hartstikke goed. Nou, dus jullie kunnen dadelijk met z'n allen vooraan bij de bus wisselen jullie stempas in voor een stembiljet. En op dat stembiljet, daar kruis je aan op welke partij je wil gaan stemmen. Hier sta ik bij Freek. Freek, van welke organisatie zijn jullie? Ik ben van Tante Jo en wij werken samen met Stichting Kikker aan dit project. Ja. ComKids Bus, heeft ComKids er ook mee te maken? Ja, ComKids helpt ook mee inderdaad met de ComKids Express Bus. Dat is een mobiele kinderopvang, dus om opvang nog leuker te maken. Waarom kinderen stemmen? Waarom kinderen stemmen? Nou, kinderen hebben heel vaak een mening. Die mogen ze ook uiten, vinden wij. En dat willen we stimuleren. We willen ze ook zorgen dat ook echt wat met die mening gebeurt. Maar vooral ook dat ze bewust leren om een mening te vormen. Dus dat is natuurlijk een proces waarbij we ze moeten helpen. Want ze gaan even aankruisen waarop ze gaan stemmen op het formulier. Wat ga je met die formulieren doen? Nou, het begint eigenlijk bij de stempassen. Het gaat net als in het echt. De stempassen of de oproepkaarten, die wisselen ze in voor een stembiljet. En dat kunnen ze achterin de bus kunnen ze instappen. Daar kunnen ze invullen welke partij ze willen stemmen. Die gooien ze in de stembus achterin. Het gaat allemaal heel officieel. Nou, die stemmen gaan we tellen natuurlijk. Goedemorgen mevrouw Verve. Ik heb tot mijn oren gekregen dat Schiedam de eerste stad is die dit met kinderen doet.
Ja, leuk hè? Ja. We genieten ervan. De kinderen genieten ervan. En ik zie dit ook eigenlijk een beetje als het symbool van de afgelopen 4 jaar. Waarin we als raad heel veel geïnvesteerd hebben in het betrekken van de jeugd bij het gemeentebestuur. We hebben ze uitgenodigd. We zijn naar de scholen gegaan. Veel scholen hebben projecten gehad. Dus het gemeentebestuur en het besef dat ja, kiezen zometeen als je 18 bent belangrijk is. En dat we jong inbrengen. Volgens mij is dit daar echt een goede uiting van. Ja. Het is hier hartstikke druk in de bus. Iedereen stemt binnen de seconde. Huppakee uit de potlood. Waar heb jij op gestemd? PvdA. Dame, waar heb jij op gestemd? PvdA. Ja. En waarom? Nou, ik vind het leuk wat ze gaan doen voor Schiedam en voor onze kinderen. Oké. Auto de Clip is al sinds jaar en dag het adres voor een goede, mooie occasion. Al onze auto's zijn oké, maar ze worden dan ook door en door getest. Bovendien heeft Auto de Clip een eigen werkplaats. Dus voor de beste service en een betrouwbaar adres, komt u naar de Gustoweg. En als Kort test, dan test hij ook tot het uiterste. 3000 vierkante meter bankstellen, woon-, slaap-, kinderslaapkamers en matrassen. Dochthuismeubelen. Mooi, de grootste in de regio. Alles uit eigen import en productie. Dus niks levertijden. Vandaag gekocht is morgen in huis. Dochthuismeubelen. Super kwaliteit, wereldprijzen. Gerink Zonwering. Zonwering voor binnen en buiten. Zonwering op maat en supersnel geleverd. Gerink Zonwering, voor de beste service, voor woning en bedrijf, ook in Rolluiken. Bel 010 426 4369 of kijk op gerink.nl. U koopt nergens voordeliger dan rechtstreeks bij de bron. Dus waarom de marge van de tussenhandel nog betalen? Kom gewoon meteen naar de grootste tapijtgroothandel van Rotterdam. Alle soorten laminaat, karpetten, vloerbedekking en vinyl. Ook alle topmerken stevast tegen de laagste prijs. En altijd uit voorraad leverbaar, dus nooit lang wachten. Professioneel en, let op, gratis gelegd. De Bron. Al ruim 20 jaar alles voor uw vloer. Nieuwe Binnenweg 264, Rotterdam. Kom de eerste zondag van de maand naar de Koopzondag in het centrum van Schiedam. Gezellig winkelen in de historische binnenstad. Of overdekt in de Nieuwe Passage. Of lekker een van de vele terrasjes pakken. Bezoek dan ook de Curiosa-markt in het Boersveld. En let op, gratis parkeren in de parkeervakken op straat en in de parkeergarages ABC en Nieuwe Passage. Kijk eens, welkom terug in de foyer van het theater op het Stadserf. Uitslagen, gemeenteraadsverkiezingen en het wordt spannend hoor in die zaal. Het wordt spannend. Je merkt het aan alle raadsleden. We hebben zo'n beetje de helft van de stembureaus gehad. En de klok slaat 11 uur voor de allerkleinste. Wordt het echt wel tijd om naar bed te gaan. Op de rode bank heeft plaatsgenomen Ad Mostert, lijsttrekker van de VVD. Meneer Mostert, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft me toch weer verslagen. Wederom in een schitterend kostuum. Ik mocht maandag even bij u in de buurt komen, maar ja, dan houdt het toch wel weer op. Hè. Ja, u volgt natuurlijk net als iedereen even de uitslagen. Ja. U staat op 14.1 volgens de laatste meldingen. Dat is ruim 4,5 zetel. Gaat die vijfde erin zitten? Nou ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Het zou een mooie beloning zijn voor het werk dat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben. Ja. Het gaat natuurlijk niet alleen om de campagneperiode. Het gaat om het werk dat je in al die jaren in deze raadsperiode hebt gedaan. Ja. Hoe heeft u deze dag doorgebracht? Werkend. Ik heb nog een andere baan. Ja. En ik zit in het onderwijs. En er zijn talloze collega's even bij mij langs geweest om te vragen of ik heel zenuwachtig was. Ja. En ik heb iedere keer gezegd dat het werk zat erop, het werk was gedaan en dat ik wel heel benieuwd was, nieuwsgierig. Ja. Maar zenuwachtig, dat kon ik het toch niet noemen. Maar bent u nou een man die uit zijn werk dan komt en dan toch nog een uur de stad ingaat met een paar folders om de laatste over de streep te trekken? Of zegt u van, we hebben ons best gedaan en nou moet het er maar uitkomen? We hebben een goede campagne gehad en die is gisteren geëindigd, dus vandaag hebben we helemaal niets meer gedaan. Nee. Ik richt me vanavond ook af en toe eventjes op die Schiedammers die toch niet zijn wezen stemmen. Nou, we hopen in ieder geval met Schiedam boven de 50% uit te komen. Wat is uw oordeel over mensen die niet zijn gaan stemmen? Unaniem een oordeel van jammer? Of selecteert u dat een beetje in groepjes?
Nee, ik vind het altijd jammer dat mensen niet van hun stemrecht gebruik maken. Ik vraag me wel af waarom ze dat dan niet doen. En dat is voor een deel ook omdat ze het vertrouwen in de politiek verloren hebben. Ja, dan vraag ik mij natuurlijk als politicus wel af, wat kan ik nou doen om ervoor te zorgen dat het vertrouwen weer hersteld wordt? Ja. Maar ja, dat is toch iets van langere adem, denk ik. Want als we naar de 2006 kijken, dan hebben we ook de 50% net niet gehaald. Nee. En dat was natuurlijk ook al niet een te hoog percentage. Dus ja. Nou ja, ik denk er wel over na hoe je dat zou kunnen verbeteren. Maar ik heb de oplossing nog niet gevonden. Nee. We zijn zichtbaar, we gaan de wijk in, we spreken met mensen. Ja. Wanneer de uitslag bekend is van zo'n avond als vanavond, dan is vaak de eerste reactie van verliezende partijen: we hebben de campagne niet goed gedaan. Is dat te makkelijk? Jawel, want de campagne begint op de eerste dag na de verkiezingen. Dus morgen begint de campagne al voor 2014. En je kunt dus niet zeggen, we hebben het vanaf januari niet goed gedaan. Je moet kijken naar de volle 4 jaar dat je in de raad hebt gezeten en dat je hebt laten zien wat je waard bent. En die campagne duurt 4 jaar lang. Ja. Wat zijn uw ervaringen van de laatste maanden tijdens dat campagne voeren wat betreft het contact met het Schiedamse publiek? Hebben ze u verrast? Hebben ze dingen tegen u gezegd waarvan u dacht van, daar hebben wij nog nooit rekening mee gehouden, aan gedacht? Nou, dat is niet het geval. Ik vind over het algemeen de contacten heel prettig. Ik heb nu voor de 3e keer een campagne gevoerd. En de vorige 2 keren waren de contacten soms al negatief. Mensen waren heel open, waren ook bereid om te praten, hadden goede vragen. Dus die afwijzende houding die ik in 2002 en 2006 nog wel eens tegenkwam, die heb ik dit keer in 2010 niet meegemaakt. Ik heb wel mensen ontmoet die zeiden, ik ga niet stemmen of ik stem op Wilders. Waarop ik dan moest zeggen, ja, Wilders doet niet mee in Schiedam. En we hebben 11 partijen met programma's. Heeft u daar dan wel eens naar gekeken? Ja. Dus ja, dat hou je dan toch. Maar ik vond het wat positiever getoond zetten contacten met de mensen op straat dan in 2002 en 2006. Oké. Meneer Mossert, er breekt weer een spannend moment aan. Ja. Wij gaan over naar de tafel van Patrick. Die staat daar met mevrouw Verver. We gaan het orkest weer vragen om de laatste 4 maten in te zetten. En dan gaan we kijken naar hoeveel stembureaus de stand van zaken in Schiedam is. Patrick en mevrouw Verver. Ja, want daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Maar mevrouw Verver kan ons het verlossende woord geven. Ik mag zometeen de uitslag van 23 stembureaus dan in totaal gaan meedelen. En ik heb gemerkt in de zaal dat het prettig gevonden wordt als ik vertel welke stembureaus eraan toegevoegd worden. Want er zit toch wel een klein beetje verschil in de stembureaus. Dat ga ik dus zometeen ook doen. En ik kan daarbij ook vertellen dat we al 5 bureaus hebben waarbij de processen verbalen in totaliteit binnen zijn. 2 al geaccordeerd. En dat wil zeggen dat dus ook de voorkeurstemmen voor die bureaus al bekend zijn. En ik heb straks gezegd van misschien dat we vanavond daar nog iets meer van kunnen vertellen. En als dat zo doorgaat, dan ziet dat er ook veelbelovend uit. Nou, toevoegen mogen we vandaag wijkcentrum De Erker, dat is stembureau 12. Stembureau 18, De Wegwijzer uit Nieuwland. Stembureau 20, De Magnaliakerk in Nieuwland. Dan basisschool Het Windas. Stembureau 29, Heijemansplein. Stembureau 30, De Dorpskerk. Stembureau 32, De Klinker. En stembureau 33, de basisschool De Klinker. En dan komt de tussenstand naar 23 stembureaus op het volgende. Partij van de Arbeid, 21,9. SP, 6,3. CDA, 13,2. VVD, 14,2. Leefbaar Schiedam Actief, 8,4. GroenLinks, 6,7. AOV, 5,7. Gemeentebelang, 3,8. D66, 10,5. Trots op Nederland, 6,1. Progressief Schiedam, 3,4. En dat is de uitslag naar 23 stembureaus. Ja, en dus krijgen we steeds beter een indicatie van hoe het ervoor komt te staan. En mag u, mevrouw Verver, naar Jan-Willem de Boer om daar op de Rode Bank plaats te nemen. En ongetwijfeld ook alvast na te praten over die uitslagen. Dankjewel, Patrick. Ja, je hebt pech, hè? Patrick mag de tafel doen en ik mag lekker zitten. Dus volgende keer doen we het andersom. Ja, we gaan eventjes ook met de zaal even hard op rekenen. Partij van de Arbeid blijft nog steeds op 7 zetels staan.
De SP blijft nog steeds op 2 zetels staan. Het CDA zit nu echt dik op de 4 zetels. De VVD zit nog steeds 4,5 zetel. Dan gaan we naar Leefbaar Schiedam. Schiedam Actief gaat richting 3 zetels. GroenLinks zit op een dikke 2 zetels. AOV zit op een magere 2 zetels. Gemeentebelangen op 1 dikke zetel. D66 zit op 3,5. Trots zit op dikke 2 en Progressief Schiedam zit op 1 zetel. Ik twijfelde alleen even tijdens het schrijven, mevrouw Verve, op de SP. Dat is 6,3. Had ik dat goed? SP is 6,3. Klopt. Ja. Ja. Na 23 stembureaus, we gaan aardig in de richting van de uitslagen. Er komen er nog 10 aan. Ja, helemaal goed. Ja, en die zetelverdeling, dat is echt maar ongeveer. Hè? Want we hebben natuurlijk ook restzetels die zo meteen te verdelen zijn. Dus daardoor kunnen er ineens toch wel grote verschillen gaan ontstaan. Ja, even over die restzetels. Gaan we weer even gelijk naar een stukje uitleg. Wat is een restzetel precies? Nou ja, dat zijn alle mensen die dus niet zijn gaan stemmen. Die stemmen gaan niet weg. Nee. Dat betekent niet dat dat niet verdeeld wordt. Dat wordt onderling verdeeld. En dat wordt als volgt verdeeld. Partijen die dus een lijstverbinding zijn aangegaan, daar wordt tussen 2 of 3 partijen die dat hebben, wordt een verdeelsleutel op losgelaten. En die krijgen dan de restzetel, één van die partijen. Dus dan gun je elkaar dat. Dus dat wil zeggen dat die partijen wel een eigenstandig verkiezingsprogramma hebben, eigenstandige posities innemen, maar een restzetel krijgen. En de grootste partij, die krijgt natuurlijk het grootste aandeel van de restzetels. Ja. Dus hoe hoger de andere partijen op een aantal stemmen uitkomen, hoe kleiner de restzetels bij hen worden en hoe minder de mensen gestemd hebben, hoe hoger de grootste partij eindigt uiteindelijk. Ja. U bent ook even een rondje door de zaal wezen maken. Nou, u ziet mensen lopen waar u 4 jaar lang mee gewerkt heeft. Hoe gaat dat op zo'n contact? Wat is het gesprek? Ja, de spanning is natuurlijk te zien en er wordt ook ijverig gerekend. En er wordt ook, de mensen zijn goed te rekenen in de uitslag. Dus iedereen kijkt een beetje of de verwachting ook uitkomt, want dat is toch de belangrijkste leidraad. Ja. En de een is is blij. En wordt positieve gedachten wordt bevestigd. En de anderen zeggen, nou, ik had het verwacht, maar is toch wat meer teleurgesteld. Zo gaat het. Even toch weer terug over dat onderhandelen. Daar gaan altijd hele romantische verhalen over. Dat midden in de nacht om 2 uur fractievoorzitters bij elkaar op bezoek gaan om te polsen en om te wrijven en om te masseren. Is dat romantiek of gebeurt dat wel eens zo? Nou, je moet even een beetje uit de school klappen. Maar kijk, sinds de politiek toch veel zakelijker geworden is en veel zakelijker moet zijn als dat het 25 jaar geleden was. Want toen kwam het nog wel eens voor dat men aan de raadstafel ook een envelop kon openmaken. Nou, dat kan ik u vertellen, dat kan absoluut niet meer. Nee. Je moet je stukken lezen, je moet je dossierkennis hebben. En zo bereidt deze gemeenteraad en deze bestuurders bereiden ook onderhandelingen voor. En doen dat dus ook op momenten dat je dus ook op een verantwoorde manier je belangen kunt verdedigen en de belangen van de kiezer kunt verdedigen. Ja. En als dat in de nachtelijke uren gebeurt, dan is dat lang niet altijd verantwoordelijk, niet meer verantwoordelijk. En dat zullen ze ook niet doen. En men is daar natuurlijk nu ook al mee begonnen om te kijken van wat kun je verwachten. Men doet dat vanavond natuurlijk ook nog wel even. Ja. En dat zal de komende weken verder gaan. Maar dat is toch echt wel werken. Ja. Ik ga even één vraag buiten de orde stellen. U heeft vandaag iets officieels geopend en het heeft iets met water te maken. Gisteren, het is alweer woensdag. Ja, gisteren hebben we dat gedaan. Voor de mensen die het gemist hebben, wat is het nieuwe aan het waterverhaal? Ja, nou ja, we hebben gisteren het waterjaar, wat dit jaar is Schiedam heeft het waterjaar als thema gekozen. We hadden vorig jaar de sterke vrouwen, dit jaar het waterjaar. En daar hebben we gisteren de aftrap gegeven met een aantal mensen die toch een aantal grote evenementen in Schiedam vorm gaan geven. Ja. Nou, we zijn 1,5 jaar geleden al begonnen als college, als gemeentebestuur, om Keijedamvaart binnen te halen. We hebben dit jaar de Giro d'Italia, maar dan gaan we ook met waterfietsen gaan we werken. We hebben natuurlijk onze brandersfeesten, maar we hebben ook nog een heel groot evenement binnengehaald. En dat is het offshore
de offshore beurs die in oktober gehouden wordt. Dus we hebben 4 hele grote activiteiten waar we iets leuks met water kunnen doen. Zo is het. Wat ook leuk is dat collega Patrick de Boer aan de tafel nog steeds lekker staat. Hij wordt wel goed verzorgd, zie ik. Patrick, jij staat daar met de fractievoorzitter van GroenLinks, de heer Ed Glaudy. Ja, en meneer Glaudy, water zal dan een fijn thema denk ik zijn, want daar is uw partij, maakt zich daar sterk voor. Jazeker, dat is een goed thema, daar kunnen we ons goed aan herkennen, ja. Nou, toch ook even een eerste reactie naar aanleiding van de cijfers die we zojuist hebben binnengekregen. Hoe staat u daar tegenover? GroenLinks zit in de lift, maar ja, nog wel wat magertjes. Hè? Als ik dat vergelijk met de landelijke lift, dan hebben we hier nog een slag te slaan, dat is duidelijk. We gaan voor 3 zetels, we staan nu op 2,5 ongeveer. Dus we hebben nog die halve zetel moeten we in de rest van de avond nog zien proberen te winnen. Ja, want dat zou winst betekenen, 3 zetels. Dat was onze inzet en ik hoop daar wel op, maar ik kan nou geen krantjes meer uitdelen. Ook de verkiezingsborden van GroenLinks die hebben toch wel wat commotie gezorgd. De bomen zijn ze ook al genoemd. Hoe heeft u dat nou ervaren, dat daar toch wat commotie over is ontstaan, over die borden? Ja, we doen dat al jaren, hè, die bomen planten op monteren op die borden. En het verbaast ons wel van dat die borden ineens verdwenen waren. Daar waren we enigszins ook bezorgd, want daar zijn we erg aan gehecht. Ondertussen zijn ze wel in onze fractiekamer teruggekomen. We zijn van plan ze dadelijk in de volgende verkiezingen vast wel weer te gaan gebruiken. Over de bomen gesproken, uw partij heeft, en ik meen dat dat gisteren ook is geweest en maandag, in samenwerking met Milieudefensie ook bomen geplant. Ja, dat klopt. We hebben bomen aangeboden aan de stad. Daar hebben flink wat bewoners op gereageerd. Afgelopen zondag en maandag zijn we bij de bewoners langs geweest. Om te kijken van was de plek die de bewoners in gedachten hadden of dat een geschikte plek was. Nou, daar komen een heleboel leuke plekken aan. Daar hebben we ook gesprekken over met de gemeente uiteraard. En gisteren hebben we de eerste bomen geplant. Waar zijn die geplant? Die zijn in Schiedam-Noord, vlakbij het Heijmansplein. Nou, en dat is een stuk, denk ik, dat kan nog wel wat natuur gebruiken, hè, daar dat gebied. Ja, zeker. Want er zijn een heleboel bomen afgelopen jaar in het gebied. Zijn de bomen verdwenen. Dat stelt ons erg teleur. Dus Henny Haag heeft ongeveer 3 jaar geleden het 1000 bomenplan gelanceerd. De gemeente uitgedaagd om daar een invulling aan te geven. Nou, dat zien we onvoldoende. Dus nu zijn we maar zelf begonnen. Nou, milieu is een belangrijk issue voor uw partij. Toch zijn we in de campagne ook wat partijen tegengekomen die daar wat anders over dachten. Daar zijn we maandag bijvoorbeeld ook tegengekomen, zo'n partij. Verbaast u dat er toch van die partijen zijn die zeggen, ja, milieu is geen issue. Want eigenlijk, ook in de overige verkiezingsprogramma's, heb ik het weinig teruggezien. Ja, dat stelt ons teleur. Milieu is enerzijds toch een probleem, gelijktijdig ook een uitdaging. Weet wel, voor elke windmolen die je neerzet, levert 7 arbeidsplaatsen op. Het kan ook een hele interessante productieindustrie zijn die je in deze stad kunt halen. Evenzo ook 7 zonnepanelen. Denk alleen ook al maar aan het isoleren en milieuvriendelijk maken van woningen. Milieu, zeker energievriendelijk maken van woningen. Er zit heel veel werk in om dat te realiseren. Dus je stimuleert daar ook een economie mee en gelijktijdig ook het milieu. En het scheelt je in de knip. Dus ja, volgens mij is dat een heel interessant item om daar de komende jaren aan te werken. Ja, en voor uw partij neem ik aan, u kijkt ook natuurlijk naar de ontwikkelingen die er in de toekomst zijn met bijvoorbeeld elektrische auto's en dat soort zaken. Daar ligt, neem ik aan, zeker voor uw partij toch wel een uitdaging de komende jaren. Ja, zeker. In ons verkiezingsprogramma staat ook dat wij minimaal de komende 4 jaar 100 elektrische punten willen realiseren, minimaal in de parkeergarages. Daarnaast kunnen particulieren die dingen ook aanvragen. Ja, dat vinden wij een echte stimulans om dat de komende 4 jaar hier in deze stad goed neer te zetten. Even terugkijkend op de campagne van dit jaar. Wat heeft die volgens u nou gekenmerkt voor GroenLinks? Enerzijds de discussie over het milieu. Anderzijds zijn er natuurlijk stevige andere vraagstukken, zoals het armoedebeleid. Het armoedebeleid wat de afgelopen 4 jaar is neergezet in deze stad, mede door steun van GroenLinks, zeker initiatieven van GroenLinks, daar zijn wij, alhoewel wij in de oppositie zijn, best wel trots op. Daar hebben we ook stevig zelf aan mee gediscussieerd en ideeën ingebracht. Ja, dat was een item wat GroenLinks zegt, ja, dat moeten we in ieder geval behouden. Waar wij gelijktijdig wil zeggen, we zijn niet de partij van de warme dekentjes over de mensen. Je moet een activerend armoedebeleid hebben, want de beste participatie, het beste meedoen, doe je gewoon door het hebben van werk.
Dat was een item waar we stevig op geïnvesteerd hebben. Nou, daarnaast ook milieu. Fietsen, veilige fietspaden. Dat is ook een probleem nog steeds in deze stad. Dat je een heleboel kindonvriendelijke fietspaden in deze stad hebt. Daar worden wel kleine slagen in gemaakt. Maar dat is voor ons onvoldoende. Wij willen dat daar eigenlijk in de komende 4 jaar toch de fietspaden veilig, kindveilig zijn. Zodat de kinderen niet meer met de auto naar school gebracht moeten worden. Ja, dat zijn dus al de items, hè. Daarnaast heb ik ook nog een belangrijk item. We zijn nog steeds in de top van de vieze straten in Nederland. We hebben 5 vieze straten en dat zijn dus echt hele vieze straten. Waar het dus eigenlijk heel ongezond is om daar te zijn, om daar te wonen. Die hebben we nog niet terug weten te dringen in deze stad. En ik denk dat dat wel echt een opdracht is volgens het college en de raad. Om zorg te dragen dat die 5 vieze straten er de komende 4 jaar niet meer in Schiedam voorkomen. Nou, kortom, er lijkt me nog een hoop voor u en uw kandidaatraadsleden te doen. En dan is het de vraag natuurlijk uiteindelijk met hoeveel u daar naartoe gaat. Het lijkt erop alsof u met 2 zetels de raad in gaat. Ja, dat lijkt ons ook. Nou, alhoewel ik nog steeds hoop op die 3e zetel. Maar ja, misschien is dat de ijdele hoop. Daarnaast, het wordt gewoon het spel van de onderhandelingen. Ook in de vorige coalitie hebben wij mee aan de coalitieonderhandelingen gedaan. Hebben wij meegeschreven aan een coalitieprogramma waar wij nog steeds achter staan. Wij laten ons graag uitnodigen aan de coalitietafel. Nou, we gaan het afwachten en ik bedank u meneer Glaudy voor dit gesprek. Ja. Ed Glaudy, de fractievoorzitter van GroenLinks Schiedam. Zo is het, Patrick, dankjewel. Nou, hou je het nog vol eventjes? Ja, lukt wel. Ja? Stalpoten noemen ze dat geloof ik in Schiedam, hè? Na verloop van tijd. Ja, lieve mensen, als u misschien wel heel laat bent thuisgekomen van uw werk, u kijkt nog steeds naar Look TV Live en we zijn bezig met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2010, hier vanuit Schiedam. We hebben al een aardig deel van de stemmen binnen, moet het nog eventjes nakijken. We zitten op 23 stembureaus en dat betekent dat we er nog 10 te gaan hebben. Maar die 10 die zullen echt niet lang op zich laten wachten, mevrouw Verven, want het zal ongeveer wel zo langzamerhand uitgerekend zijn en geteld zijn, hè? Wat gebeurt er met al die stembiljetten trouwens? Wordt dat na verloop van tijd bij het oude papier of gaat dat zorgvuldig in de versnipperaar? Nou, die worden eerst nog een tijd bewaard, want mensen hebben het recht om eventueel een hertelling aan te vragen. Dus die worden bewaard. En dan na verloop van tijd worden ze op ordentelijke wijze in het ronde archief bewaard. Het grote archief en dan voor later, zullen we maar zeggen. Ja, maar er staan periodes voor en dat wordt heel goed wordt dat bewaakt. Ja. Heeft u in die tussentijd, na de aanloop van deze verkiezingen, heeft u dan ook contact met buurgemeenten, andere collega's in het land? Nou, we hebben sowieso veel contact. Jawel, maar specifiek over die gemeenteraadsverkiezingen? Meestal deel je met elkaar van wat ben jij voor een probleem tegengekomen, hoe los jij dat op? Ja. Want we hebben natuurlijk vorig jaar onze eerste ervaring gehad om weer met het stembiljet te stemmen. Ja. Nou ja, sommigen hebben heel lang tot in middernacht gezeten. En dan ben je blij dat je niet de enige bent geweest. En anderen hebben nog veel langer gezeten. Dus dat toets je een klein beetje. En als er praktische oplossingen zijn, nemen we het over. Ja. Maar dat is toch wel een ding van de gemeente zelf. Alhoewel uitwisseling van goede ervaringen is altijd mogelijk tussen collega's. Dus dat is meer gezellige praat, eerlijk gezegd. Maar er wordt in ieder geval na afloop van die verkiezingen, zoeken jullie elkaar ook weer op om toch even te vertellen hoe is het in mijn gemeente gegaan. Kan je dan nog wat leren van elkaar? Nou, we kijken wel naar de verschillen in de gemeente. Want je hebt gemeenten die natuurlijk naast elkaar liggen. En wat zijn de verschillen en wat heeft nou het verschil benaderd? We zoeken elkaar op omdat we natuurlijk ook regionaal met elkaar verlengd lokaal bestuur hebben. Dus daar worden ook posities verdeeld. We hebben ook met de besturen goed samengewerkt. Ja. We nemen met de colleges van de rechtstreekse gemeente, van de waterweggemeente met name, nemen we afscheid. Want er gaan een aantal collegeleden gaan weg. Ja. Dus we hebben een intensief contact wat zich op verschillende manieren dan ook, toch ook bij zo'n afsluitende van zo'n periode en een start van een nieuwe periode markeert. Ja, over afscheid gesproken. We hebben heel chic afscheid genomen van wethouder Haan. Mevrouw Daskalakis gaat er ook mee stoppen. Is dat nou aan de vertrekkende wethouder om daar een keuze in te maken over het afscheid? Of is dat een traditie? Hoe werkt dat?
Nou, we hebben gelukkig geen traditie meer in het snel nemen van het afscheid van wethouders. Dus nee. dat is een unicum. Dat is al goed, ja. Ja, dus dat is één. En ik vind als je afscheid neemt naar een periode waarin mensen zich ingezet hebben. Ja. En dat hebben we van wethouder Haan kunnen doen. En dat gaan we ook van de andere collegeleden doen. En mevrouw Daskelakis in ieder geval, want die gaat vertrekken. Ja. Dan doen we dat op een waardige manier zoals het past bij de inzet die gepleegd is. Ja. En ik ga dan in overleg met de wethouders en die mogen iets aangeven. Ja. En dat is vooral niet chic, maar dat doet recht aan de inzet die ze gepleegd hebben. Ja. Ik heb horen fluisteren dat mevrouw Daskelakis iedereen thuis gaat ontvangen. Dus dat zal nog een hele happening worden. Nee, of flauwekul. Oh, dan bent u ergens anders dan waar ik meestal kom. In juni hebben we landelijke verkiezingen. Het is nog geen juni, maar u weet, de tijd vliegt. Is dat een hele andere opzet? Zit u daar als burgemeester dan ook heel anders in? Ja, daar zit ik toch wel anders in, want vanavond, dat zijn de mensen waar ik heel intensief mee samenwerk. Ik kom die mensen elke dag of een paar keer per week kom ik ze tegen, dus dat is veel persoonlijker. Dus daar zit je echt anders in. En bovendien is het mijn stad en we gaan met die mensen mijn stad besturen. Ja, zo voelt het toch. Ja. En in juni is natuurlijk ook heel erg belangrijk, want landelijk beleid, daar merken we lokaal ook heel erg veel van. Mm-hmm. Dus dat volgen we weer nog iets meer dan dat we Europese verkiezingen hebben. Ja. Of provinciale statenverkiezingen, dat zeg ik maar heel voorzichtig. Ja. Maar dit gemeenteraads- en landelijke Tweede Kamerverkiezingen zijn toch wel de twee allerbelangrijkste. Alles is belangrijk, maar de allerbelangrijkste. Ja, ja. Overigens, in zo'n voorjaar dan gaat het eigenlijk na de maand maart gaat het weer heel snel. Dan krijgen we Koninginnedag. Dan krijgen we weer de dodenherdenking, bevrijdingsfeesten. En dan gaat het als een speer gaat het dan als het ware. Even al was het een heel klein beetje vooruitlopend op Koninginnedag. Wordt daar vanuit de landelijke overheid geadviseerd om hoe het te vieren? Of zijn we daar bent u daar als gemeente vrij in om dat te organiseren? Zijn daar restricties, beperkingen aan? Naar aanleiding van vorig jaar natuurlijk. We hebben een landelijk comité Koninginnedag begeleidt naar de Oranje Verenigingen toe. En de Oranje Verenigingen die organiseren dat over het algemeen in de stad. En die doen daar ook hun ideeën op. Ja. Nou, wij hebben een goed contact met onze Oranje Vereniging. Dus daar kunnen we natuurlijk altijd iets mee overleggen. En landelijk is wel aangegeven wanneer er herdacht wordt wat vorig jaar gebeurd is. Ja. En er is ook landelijk een richtlijn uitgezet dat er echt feest gevierd wordt op Koninginnedag. Ja. Dat bepalen we niet individueel als gemeente. Maar gezien de bijzondere omstandigheid is daar wel een richtlijn over uitgevaardigd. Ja, eigenlijk daarover filosoferend. Kijk, we hebben allemaal behoefte om die dag feest te vieren. Is het langzamerhand niet gewoon tijd dat we zeggen, oh, die koninklijke familie, daar doen we iets kleins mee. Die tijd is voorbij om door die dorpen te lopen en die steden. Het ziet er natuurlijk altijd hartstikke leuk uit. Maar eigenlijk zou je een beetje weer naar het Paleis Soestdijk terug moeten. Als mensen dan het heel erg leuk vinden, moeten ze daar maar naartoe gaan. Dan kan je er alles op inrichten. Maar vooral het ook in die stad weer erg leuk maken. Ja, Hare Majesteit heeft zelf een grote hand in hoe zij Koninginnedag wil vieren. En hoe zij het viert, daar heeft. Dat past natuurlijk bij het land. Ja. Want daar sluit zij bij aan. Okay. En dit jaar gaat ze naar Zeeland, hè? En dat zal ongetwijfeld zal dat een leuke Koninginnedag worden. Ja. Misschien een beetje een vreemde vraag. Zou u het erg leuk vinden wanneer de koningin naar Schiedam kwam? Of zegt u van, we hebben Sinterklaas gehad, dat is al een heftige organisatie, maar met de koningin naar Schiedam halen is een apart verhaal? Nou, de koningin komt naar Schiedam. Ja, weet ik. Op 30 maart. Op 30 maart, ja. Dus, is het niet de traditionele koninginnedagbehandeling, zou ik zeggen. Nee, dan gaat ze niet met de hele familie die ochtend langs. Maar Hare Majesteit komt dus langs, dus daar ben ik al erg blij mee. Ja. En net zoals landelijke Sinterklaasintocht, is ook Koninginnedag een feest waar je een ruime organisatie aan vooraf moet gaan. Ja. En twee van die feesten in korte termijn na elkaar, dat lijkt me een beetje te veel van het goede. Zo is het. Maar Hare Majesteit is natuurlijk buitengewoon welkom als het haar behaagt om Schiedam te bezoeken. En u heeft een slaapkamer voor haar klaarstaan. Is dat zo? Ja, dat hoort, hè, als burgemeester. Okay. Dan weet u dat er bij Amstwoningen. Ja. Mevrouw Verven, wij gaan samen nog eventjes lekker wat drinken. We blijven zitten, want de uitslagen komen eraan. Ondertussen gaat Patrick nog even praten met iemand aan zijn tafel. Patrick, wie is je gast?
Dat is Chris Koppens van het centrummanagement. Want ja, ook voor hem is zo'n uitslag als vanavond natuurlijk belangrijk om te zien ja, wat zijn partij moet gaan doen. En met welke club zij gaan samenwerken. Want zo is het denk ik, hè, meneer Koppens. Ja, in ieder geval ziet het er denk ik goed uit zoals dat op dit moment net over de helft al bekend is. En van belang is in ieder geval voor het centrum, denk ik, dat de lijn die ingezet is, gecontinueerd wordt. Hè, dat het doorgaat op dezelfde wijze. Misschien nog een tandje hoger, maar we zijn op de goede weg. En als dat voortgaat, dan ben ik heel erg blij. We hebben dat beroemde lijstje gehad van onderzoeksbureau Locatus over de leegstand van winkels in de binnenstad. Dat kun je op tweeërlei manieren uitleggen. Je kunt zeggen 1/5 van de winkels staat nog steeds leeg. Je kunt ook zeggen, dat gaf die man ook aan van het onderzoeksbureau, er is wel licht aan het einde van de tunnel. Want je ziet dat de daling wordt stopgezet en dat voorzichtig die daling minder wordt. Ja, dat is correct. Het leuke is dat wordt nu ook zichtbaar. Behalve het aantal panden wat zeg maar gerenoveerd is en een nieuwe huurder heeft gevonden. Worden er, want werk aan de winkel is bijvoorbeeld zo'n onderdeel wat, daar, wat dat invult. Er worden op dit moment 20.000 tasjes in de stad uitgegeven met voorbeelden van die opgeknapte panden. En dat is nog maar het begin, want dat moet in de loop van de komende periode van een jaar of anderhalf, twee jaar, moeten dat in plaats van dat het er nu een stuk of 10, 12 zijn, moeten dat er 40, 50 worden. Dan wordt het beeld ook in ieder geval zo dat het een veel beter aanzicht krijgt en dat men met plezier weer naar de binnenstad komt. Ja, u weet het. Schiedam is wat dat er gaat een stad waar veel geklaagd wordt als het niet goed gaat. En mensen zeggen dan ook, ja, wordt het nog wel eens wat met die binnenstad? Wat zegt u dan? Ik ben ervan overtuigd dat het wel wat wordt. En ik denk ook als de mensen even door een andere bril kijken. Per slot van rekening hebben we heel veel mooie dingen. Alleen het heeft nog niet de overhand. Helaas is het negatieve beeld nog steeds bepalend voor het imago en de sfeer die je opdoet. Maar er komt wel degelijk verbetering. En daar moeten de mensen ook zelf in geloven. Als je daar op deze manier, zoals ik dat doe, over gaat praten, dan ga je dat denk ik ook zien. U heeft net misschien ook de burgemeester gehoord. Zij heeft gisteren het startsein gegeven voor Schiedam Waterstad. Er gaan heel veel activiteiten komen van de zomer, ook rond het water. Daar kan de binnenstad, neem ik aan, ook van profiteren. Ja, wel degelijk. Ik heb toevallig net nog gesproken over het evenement wat eind juli plaats gaat vinden in de Lange Haven. Nou, daar worden meer dan 100.000 mensen verwacht. Die mensen die bezoeken niet alleen de haven en de boten, maar die komen ook de binnenstad in. Dus daar moeten we voor zorgen dat het extra aantrekkelijk en gezellig is. En daar zullen we een steentje toe bijdragen. We hebben ook, en dan gaan we even terug in de tijd, de intocht van Sint-Nicolaas gehad in november. Waarbij nog eens door de beelden werd getoond ja, hoe mooi Schiedam is en hoe prachtig we dat allemaal hebben in die binnenstad. Is dat een positief iets geweest voor de stad? Daar ben ik van overtuigd. We hebben toevallig ook bij het Sinterklaaspaleis nog een enquête gehouden. Dat is onlangs uitgewerkt. Heel veel mensen van buiten de stad die Schiedam bezocht hebben, hebben ook aangegeven dat ze na het bezoek ook nog even de stad in zijn gegaan. Hebben een cijfer gegeven voor de binnenstad. Mensen van buitenaf beoordelen toch op een andere manier, in positieve zin, de binnenstad van Schiedam dan onze eigen Schiedammers. Het huidige college, daar heeft u natuurlijk ook mee te maken gehad. Hoe kijkt u terug op die vier jaar van dat college? Als ik me beperk tot de inzet voor de binnenstad, dan kan ik niet anders dan wethouder Sillier een hele grote pluim hiervoor geven. Want er is natuurlijk voor die tijd ook al het een en ander in gang gezet. En dan gaat het erom op welke manier je daar voortgang aan brengt. En dat is buitengewoon goed gedaan. Er is nog nooit in het verleden zoveel aandacht geweest voor de binnenstad als op dit moment. Mag hij wat u betreft zijn werk afmaken? Ik geef hem daarvoor die kans, absoluut. Nou, we gaan zien hoe dat gaat lopen uiteraard. Het lijkt er wel op dat de Partij van de Arbeid in ieder geval de grootste partij vanavond gaat worden. En dus wellicht ook één wethouder gaat leveren. Ja, dus wat u gaat betreft voor de binnenstad zou Menno Sillier de geschikte kandidaat zijn. Ja, dat moet natuurlijk allemaal nog besproken en verdeeld gaan worden. Maar Menno heeft dat buitengewoon goed gedaan. En wat mij betreft mag hij daarmee doorgaan. Nou, wij gaan het ook allemaal afwachten hoe het gaat lopen. Bedankt u in ieder geval voor het gesprek. En u hoorde Chris Koppens van het centrummanagement.
Zo, kijk, ja, dankjewel Pet. Even vanuit een andere hoek, zullen we maar eventjes zeggen. Voor de mensen thuis, ik blijf het maar zeggen, wij zijn op het ogenblik in afwachting van de laatste 10 stembureaus. En dat betekent gewoon dat op het moment dat die lijst binnen is, dan kunnen wij u definitief gaan vertellen hoe de uitslagen vanavond zijn gevallen. Ja, vanavond natuurlijk een lach en een traan. We hebben dat gezegd en dat is natuurlijk het lot van de lokale politicus, maar ook van de landelijke politicus. Het is winnen en verliezen en je, natuurlijk je kan zeggen van we hebben er alles aan gedaan en dat moet je jezelf natuurlijk ook nooit verwijten. Maar ja, de Schiedammers in dit geval die hebben gekozen en zij hebben geoordeeld en daaruit blijkt dus wie er gewonnen of verloren heeft. Patrick, even jouw indruk tot nu toe van vanavond. Hoe voel je het een beetje gaan tot nu toe? Ja, als je kijkt naar hoe het voor de uitslagen eruit komt te zien, dan gaat het toch wel opmerkelijk worden. Want dan lijkt het erop alsof alle 11e partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen ook daadwerkelijk in de raad gaan komen. En dat is toch iets van lang geleden, dat we met zoveel partijen in de raad komen. Ja, even praktisch gezien, Pet, betekent dat, is dat lastig wanneer alle partijen in de raad zouden zitten? Ja. Of is dat gewoon een kwestie van, ja, dat is democratie en... Wat betekent dat concreet? Nou, concreet betekent het dat de partijen heel erg zullen moeten gaan zoeken om op een coalitie uit te komen waarbij ze in ieder geval meer dan 18 zetels hebben. Want je moet natuurlijk iets meer dan de meerderheid hebben om als college je werk uit te kunnen voeren. Ja, en met deze uitslag wordt dat heel erg lastig. Je ziet wel dat de Partij van de Arbeid waarschijnlijk de grootste partij vanavond gaat worden, maar wel flink verlies gaat leiden. Ja, overigens moet ik wel zeggen, Patrick, ik noem dan keurig op ongeveer gedeeld door 3. Maar met name het aantal restzetels. Hè, Partij van de Arbeid staat nu in principe op 7 zetels. Maar daar kunnen gewoon nog 2 restzetels bij komen. En ja, dan komen ze op 9 uit. Ja, dan zou je op 8 of 9 uit kunnen komen. Ja, en dan wordt de vraag natuurlijk in hoeverre wordt de Partij van de Arbeid de grootste ten opzichte van die andere partijen. En dat is weer van belang voor het vormen van de coalitie. Want traditie is dat de grootste partij daarin het voortouw neemt en dus ook gaat kijken wie het kan leveren aan kandidaten en wie dat allemaal gaat worden. Wij gaan, Patrick, eindelijk naar het moment suprême. Mevrouw Verven, we hebben lijsten gekregen. Heeft u de 2 of heeft u de 1 bij u? U heeft er 1 waarschijnlijk bij u, dan ga ik gewoon ik lekker Ik heb er 1, dan gaan we samen kijken, want samen u vindt kijken. Het ook spannend. Ik, vind het... ik mag 2 nieuwe stembureaus... We gaan eerst eventjes het orkest even bedanken. Hartstikke, ik vind het knap hoor, dat je zo op de maat kan spelen. Ik vind dat heel erg knap. Nou, meneer de Boer, wij mogen van 2 stembureaus mogen we de uitslag bekendmaken. Ja. Waarbij zit het stembureau hier in het stadskantoor. Ja. En die hebben een opkomst gehad van maar liefst 1918 kiezers. En ze hadden er 1900 verwacht en dat betekent dat er... 101,2% opkomst is geweest. En dat kan, want je kunt kiezen waar je gaat stemmen. Dus dat is hoger dan verwacht. Ik heb voor het eerst van mijn leven hier gestemd. Ik had gehoopt dat ik die 101, dat ik die 1% was geweest. Maar... Dus dat is een hele grote. Maar de mensen in de zaal willen gewoon feiten en cijfers, mevrouw Verven. Ze hoort het ook. Hè? Want ik kan me wel voorstellen, en dat klinkt misschien een beetje flauw of makkelijk. Maar ik kan me wel voorstellen, wanneer je als partij in de zaal staat, dat je hart klopt. Ja. En flink klopt. En niet van vreugde. Ja. Maar wij blijven volledig. Wij blijven volledig. En het andere stembureau is het ontmoetingscentrum De Werf. Dan gaan we nu gauw door naar ik ga met u meeschrijven, ja. Ik ga kijken of ik ze alle 13 goed heb. De tussenstand naar 25 stembureaus. Kijk, ga ik al uitslag zeggen, maar de tussenstand. 25 van de 33. Partij van de Arbeid, 21,4. SP 6,3, CDA 12,7, VVD 14,8, Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief 8,5, GroenLinks 6,8, AOV 5,5, Gemeentebelangen 3,8, D66 11,2, Trots Lijst Verdonk 5,8 en Progressief Schiedam 3,3. 3.
Nou, ik heb even met u meegeschreven. Eerste blik leert dat die twee stembureaus nou eigenlijk niet heel veel hebben doen veranderen. De Partij van de Arbeid is ietsje teruggelopen, maar dat is minimaal. Staan nu nog op ruim 7 zetels. Dat is dan zonder de restzetels, dat moeten we er dan wel even bij zeggen. SP blijft op 2 zetels staan. CDA loopt iets terug, zit nu op een dikke 4 zetel, maar niet meer dan dat. De VVD is bijna nou, zo goed als aan de 5e zetel. Leefbaar Schiedam is hard op weg naar die 3e zetel. GroenLinks zit bijna op, zit ruim op 2 zetels. AOV gaat ietsje terug, heeft bijna 2 zetels. Gemeentebelangen 1 zetel. D66 is bijna op weg naar 4 zetels. Trots zakt iets terug, maar is bijna toe aan 3 zetels. En Progressief Schiedam heeft 1 dikke zetel. Ja. Maar ja, je zou denken, zo'n groot bureau als hier op het Stadserf, dat zal toch het getal een beetje veranderen. Maar dat valt eigenlijk een beetje tegen. Nou ja, er zitten toch wel, het zijn maar 2 bureaus. Hè. We hebben net ook 6 iedere keer kenbaar gemaakt. En er zitten toch wel, wel wat verschuivingjes in. Want ja, D66 is natuurlijk heel veel ineens. Dat is toch wel echt naar de bovenkant. En de anderen die stabiliseren iets. Dus voor 2 bureaus vind ik het toch wel wezenlijk. Ja, even, u bent net even door de zaal geweest. Mensen die het theater kennen, die weten dat er ook een boven is. Daar kan je lopen, maar daar zitten alle medewerkers van u. Onder leiding van meneer Deil. Die zitten daar alsmaar te cijferen en te cijferen. Wat doen zij daar precies? Hoe werkt dat? Krijgen zij telefoon van een bureau? Komt het bureau hierheen? Ja, nee. Zij krijgen de uitslag van de stadswinkel. Zij houden de landelijke verkiezingen bij. Ze hebben ook van tevoren al belangrijke cijfers ingevuld van de vorige periode. Ze houden landelijk alles bij. Dus die zijn daar heel hard aan het werken. En het is dus ook niet toegankelijk voor het publiek, want anders gaat iedereen over de schouders meekijken. Dat is niet de bedoeling, maar daar wordt ook heel hard gewerkt, net zoals in de stadswinkel. Ja. Heeft u trouwens al een beetje een indruk over hoe het in Nederland in het algemeen aan het gaan is? Ik heb nog niets gezien ervan, want ik ben net even met een aantal kandidaat raadsleden gaan praten of voorzitters van de politieke partijen om even bij hen de stemmingen te proeven en wat ze ervan vinden. Dus ik heb nog niets kunnen zien in de andere hoek van deze zaal. Nee. We kijken even op de klok, bijna 11:50. We moeten er nog 8. Gaat lukken voor 12, denkt u? Ik ga er wel vanuit. Ja. Ik ga er wel vanuit. Ja, ik heb niet het gevoel dat 11:50 is. Nou, voor de mensen thuis even tussendoor. Het wordt toch in ieder geval wel rond 12:00. Dus, maar ja goed, morgenavond kunt u waarschijnlijk een uurtje vroeger lekker gaan slapen. En het is natuurlijk toch belangrijk, laat het eerlijk wezen, 1 keer in de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen. Superbelangrijk. Dus het is belangrijk voor de stad en het is belangrijk voor de kiezers om te weten hoe alle stemmen in totaliteit eruit zien. Ja. Ja, je zou bijna zeggen, is er een advies voor partijen die winnen en verliezen? Maar zo is dat natuurlijk niet, want iedereen beleeft dat natuurlijk op zijn eigen of haar eigen manier. Ja, nee, dat advies kan ik helaas niet geven. Niet anders dan dat je het moet dragen. Ja. Nou, overigens, wat mij van de zaal opvalt vanavond is dat we toch niet echt hele grote juichpartijen hebben gehoord. Laten we dat wel duidelijk stellen. Dat hebben we 4 en 8 jaar geleden wel meegemaakt. Is dat een indicatie, is dat een aanwijzing dat het toch allemaal een beetje in de marge blijft? 1-2 verschil? Ik denk het. Ik heb nog geen Polonaise gezien in de zaal. Dus er is nog niet een winnaar bij die helemaal uit zijn dak gaat. Er is nog geen knaller. Alhoewel ik wel moet zeggen dat als ik naar D66 kijk, dan is dat natuurlijk een prachtige winst. Maar je merkt dat ze toch nog zoiets hebben van eerst zien dan geloven. Nou, ik denk dat iedereen wacht op de totale uitslag. En dat dan de opluchting komt en een drankje genuttigd wordt. En men elkaar gaat feliciteren. Dus we zijn allemaal keurig nette mensen. En ook heel degelijk wachten tot de laatste uitslag. Dat hoort, all in the game. Je gaat naar is het zo dat degene die verloren heeft naar de winnaar stapt? Ja, hè? Nou, je feliciteert elkaar en je zegt, goh joh, vervelend. Of hoe kan het nou, wel verwacht, niet verwacht. Ja. Dus een ondersteuning of een teken van felicitatie. Ja, dat verwacht ik zo meteen wel te gaan zien. Ja. Even wat anders, want ja, we moeten toch afwachten. We hadden het er net over de evenementen die in Schiedam te wachten staat. 5 mei is niet zomaar even, 4 mei natuurlijk de dodenherdenking. Maar 5 mei wordt ook een bijzondere dag. Ja, nou op de eerste plaats, 65 jaar is het geleden. 65 jaar herdenken we dit keer. Dus de dodenherdenking, daar zijn ook wat meer activiteiten. Er is nog een kerkdienst later op de avond. En 5 mei, dan hebben we een ontbijt.
Dus we gaan ook echt herdenken dat we ook feest vieren. Want herdenken voor alle mensen die gevallen zijn. Dus we herdenken niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ja, ook de meest recent gevallenen. Ja. Dat is 4 mei en feest vieren is 5 mei. Ja. En de fakkel komt hier in Schiedam aan vanuit Wageningen. Er gaan ook een aantal atleten. Die gaan hem ophalen, dus ik ga ook even Wageningen 's nachts kijken. Ja. Als hij hier naartoe wordt gebracht. Er wordt echt gelopen, hè, vanuit Wageningen naar Schiedam. Ja, dus hartstikke sportief. En dan hebben we 's ochtends een ontbijt en de plantage. Hoe dat eruit gaat zien, nou, is ook sterk afhankelijk van het weer. En dan nog wat kleine feestjes. Dus dat wordt een hele bijzondere dag. Jaren geleden, toen wij met Radio Schiedam nog alleen actief waren, was er in de Groene Laan het Groene Laan ontbijt. En ik had dat nog nooit meegemaakt. Dat was fantastisch. Dat was van voor naar achteren. Eén lange rij met tafels. En er waren allerlei bedrijven die hadden beschuiten geleverd. En koekjes en boter en jam. Nou, het was ontzettend leuk. Dat wordt heel spectaculair. U zei er net iets over oktober. Dan krijgen we toch ook iets unieks in Schiedam? Ja, dan krijgen we de offshore beurs in Schiedam. En dat is een klein beetje voortgekomen uit het feit dat ik met een aantal mensen begonnen ben om na te denken over wat is voor Schiedam belangrijk. Ongeacht, dus los van de politiek, mensen die ook helemaal geen politieke ambities hebben, maar die meedenken met wat is voor Schiedam belangrijk. En daar hebben we gezegd, nou, het water is belangrijk voor Schiedam, het maritieme gedeelte. We hebben natuurlijk onze jenever, onze molens en nog een aantal kenmerken. Ja. En een van die mensen die daar meedacht, die heeft een groepje mensen om zich heen gevormd. En die zeggen, we gaan een offshore beurs houden. Nou, dat, als ik ze hoor en beluister, wordt dat heel spectaculair. Ja. Gaan we op het Gusto-terrein gaan we dat houden. Ze verwachten enorm veel bezoekers. En hij moet wedijveren met hele grote beurzen over de wereld en in Europa. Dus zeer spectaculair dat we dat ook in Schiedam kunnen krijgen. Ik zit me net te bedenken dat het misschien wel aardig zou zijn. Ik vraag het even aan de regie om iemand te vragen die vandaag op een stembureau heeft gezeten. Misschien leuk om even bij u op de bank te zitten. Hebben we iemand die vandaag op het stembureau heeft gezeten, die vandaag mee heeft gewerkt? Ik kijk even naar de collega's. We gaan naar, ja, is goed. En dan gaan we een leuke opzoeken. We gaan weer even kijken naar een reportage van onze collega Wiebe Hogeveen. Nogmaals, hij is wezen kijken op dat stembureau. En dat was hartstikke leuk. Hier kom ik op het stembureau Corona. Jullie zitten er warmpjes bij. Het is hier veel warmer dan andere stembureaus, want daar zat ik te bibberen. Oh, nou, wij zitten hier toch ook nog wel een beetje te bibberen, hoor. Vlak bij de deur. Maar we mogen niet klagen. Wat is de opkomst? Hoeveel procent ongeveer? Tot nu toe, het is nu 12 uur. Jij enig idee, Hans? 300 klanten zo'n beetje gekregen. En hier kom ik bij Rob Raad. Zijn er nou onvolkomenheden geweest dat mensen dingen vergeten zijn of iets dergelijks? Nou, het is op dit moment zo dat iedereen heeft trouwens een legitimatiebewijs bij zich. Soms dan is die of net verlopen of men is het vergeten en dan komt dan later op de dag nog een keer terug. Maar het gaat wel steeds beter met die legitimatiebewijzen. Ja. Het rode potlood is weer terug, hè? Leuk toch? Pennetje van mezelf, hoor. Ja? Het rode potlood ligt alleen in het stemlokaal. Deze meneer heeft heel zijn kantoor uitgestald. Ik zie pennen, paperclips, een plakspons, een stempeltje. Je hebt het vast heel druk. We hebben het ontzettend druk, ja. Waarmee? Precies. Met mensen ontvangen en met wegwijzen naar de hokjes. En het is erg leuk, moet ik zeggen. Wat is uw functie hier? Ik ben lid van het stembureau. Ja. Voor het eerst van mijn leven. Er zitten hier vele mensen achter bureaus. Wat doet hij vandaag hier? Ik controleer de identiteitsbewijzen. Ja. En zit hij tot vanavond? Ja, tot vanavond laat. Ja. Krijg je daar zitvlees van? Ja, maar je mag zo nu en dan ook een beetje lopen. Dus dat valt best mee, hoor. Ja. Wat zijn uw wensen voor Schiedam? U woont hier in de buurt? Ik woon hier vlak in de buurt, ja. De wensen, ja. Er zijn er zo'n legio. Nou, wat zit u het meeste dwars? Het meeste dwars zit me eigenlijk al dat ik 45 jaar wacht tot A4. Ja. Dat is... Want u staat iedere dag in de file tussen Delft en Rotterdam, mag ik aannemen. Toen wel. Ik hoef tegenwoordig niet meer te werken, maar toen zeker wel. Okay. Nou, de A4, dan weet u op wat u gaat stemmen. Waarschijnlijk wel, hè? Ja? U weet het ook. Ik weet het ook. U hoeft het niet te zeggen. Succes! Oké, dank u. Service, BTS, voor de laatste prijs, BTS, de grootste.
toestellen, koelkasten, mobiele telefoons, audio, speelgoed, tuinartikelen, tapijt, zonwering, videogames, beltegoed, wasmachines, dartshop, decoratie. En wat Ben niet op voorraad heeft, bestelt hij gewoon. BTS. Het winkelfeest. BTS. Groenelaan 49, Schiedam. 3000 vierkante meter bankstellen. Woon, slaap, kinderslaapkamers en matrassen. Dochtersmeubelen. Mooi, de grootste in de regio. Alles uit eigen import en productie. Dus niks levertijden. Vandaag gekocht is morgen in huis. Dochtersmeubelen. Super kwaliteit, wereldprijzen. Uw nieuwe keuken. Wordt het Italiaans design, Hollandse knusheid of stelt u hem liever zelf samen? Wat u ook kiest, Lykia heeft het. 25 jaar kwaliteit en altijd de scherpste prijs. Lykia meet, ontwerpt en levert op maat. In elk type woning. Plaatsing door eigen monteurs, dus geen gedoe, maar vakwerk en de beste service. Uw droomkeuken hoeft geen vermogen te kosten. Kijk op Lykia.nl of kom langs Regoestraat 1 Schiedam, Zijstraat Schravelandseweg. Elke zondag open van 12 tot 5. Dochtersmeubelen, de koffie staat klaar. Kom de eerste zondag van de maand naar de Koopzondag in het centrum van Schiedam. Gezellig winkelen in de historische binnenstad of overdekt in de Nieuwe Passage. Of lekker een van de vele terrasjes pakken. Bezoek dan ook de Curiosa-markt in het Boersveld. En let op, gratis parkeren in de parkeervakken op straat en in de parkeergarages ABC en Nieuwe Passage. Kijk eens, welkom terug bij het uitslagenavond van het verkiezingsdebat. 3 maart 2010, weer een historische avond. We hebben onlangs op de redactie bij Look TV hebben we hem van 4 jaar geleden teruggekeken en van 8 jaar teruggekeken. En dat is fantastisch om te zien. Iedereen ziet er natuurlijk een stuk jonger uit, dat is al sowieso leuk. Maar ook deze avond zal weer de geschiedenis ingaan. Mevrouw Verve, ja, we zitten echt nu te wachten. Hè. We zouden het liefst voor 12 uur willen afronden qua uitslagen. Maar ja, er wordt geteld. Ja, er wordt geteld en ik zie het hoofd van de afdeling burgerzaken. Gaat het lukken? Krijgen we binnenkort nog wat uitslagen, mevrouw Jacobs? Misschien dat we mevrouw Jacobs even erbij halen? Ja, kan mevrouw Jacobs, mevrouw Jacobs erbij, Edgar? Ja? Het is ook wel leuk om haar te vragen wat er allemaal met de medewerkers gebeurt en wat ze allemaal moet organiseren. Stephanie, zou je daar wat over willen vertellen? Want dat gebeurt niet zomaar, hè? Dank u wel. Ja, stembureau, wat is je ervaring? Hoe is het gegaan? Je hebt een hele drukke dag gehad sowieso. Hele drukke dag. We zijn vanochtend om 6 uur begonnen. De voorzitters van de bureaus zijn toen de stemkoffers komen ophalen. Dus 6 uur begonnen wil zeggen 5:30 hier? Ja, collega's, ik was hier zelf niet om 5:30. Ah, okay. Dat wil ik graag even horen. Valt mee. maar we zijn heel vroeg begonnen. Mijn beeld is dat het ontzettend goed gegaan is. Wij missen op dit moment nog 2 bureaus waar we ook geen contact mee krijgen, waar we de sneltelling nog niet van binnen hebben. Okay. Dus wij denken dat we daar een auto naartoe gaan sturen. Ja. En de anderen zijn binnen, dus jullie krijgen zo nu een tussenstand. Ja. Hoe is die stemming daarboven bij die mensen die zitten te tellen? Tellen gebeurt bijna... Op de bureaus. Ja. Maar zij zijn toch... Want het is niet eventjes even met een rekenmachientje. Nee. Dat is zorgvuldigheid, letter voor letter. De definitieve controle vindt inderdaad plaats aan de hand van de procesverbalen. Ja. De procesverbalen geven eigenlijk weer hoe het hele stemproces de dag op een lokaal heeft plaatsgevonden. Ja. En we zien toch... Tellen moet wel zorgvuldig gebeuren. Het gaat heel erg goed. Er komt druppelgewijs komen de bureaus binnen. Ja. Ze nemen dan plaats bij ons aan de balie, waar we normaal de paspoorten uitgeven. En daar vindt samen met de voorzitter vindt de controle plaats. Ja. En de voorzitters die krijgen ondertussen een drankje. Die kijken trouwens mee hier naar jullie uitzending. We hebben een televisie voor ze neergezet. Leuk, ja. En op het moment dat het akkoord is bevonden, krijgen ze van ons ook een formeel bewijs. Ja. En mogen ze hier naar de zaal toe komen om ook van deze avond nog te genieten. Dus, heb je al op voorbereid op vannacht? Want het is wel zo, als je dadelijk in je bedje ligt en je doet die mooie pijnlijke schoenen uit. En dan ga je liggen en dan komt het. Hè? Dan ga je malen en malen. Ben je iemand die zegt van knop om, klaar. Nou, als je zo'n hele drukke dag hebt gehad, eventjes afkikken thuis inderdaad. Maar ik geloof dat het helemaal goed gaat komen. Vorig jaar waren we om 4:15 s'nachts klaar. En ik heb een weddenschap lopen dat deze avond een uurtje eerder is. Dus ik ga mijn best doen.
Hey, hartstikke bedankt. Wij wachten zo meteen weer op de uitslagen. Die ga jij brengen. Mevrouw Verve mag weer aan de microfoon. Dankjewel. Even kijken, Edgar, dat we niet door alle beelden heen gaan. Ik wou nog even één ding zeggen. Hoe laat het ook wordt. U zegt altijd, ik ben vroeg op kantoor. Mag u wel morgen iets later komen? Nou, verlof, de eerste uur vrij. Mijn secretaresse heeft heel royaal gezegd, eerste afspraak is om 10:00. Maar dan ben ik er toch altijd wat vroeger. Ja. Ik was er vanmorgen ook vroeg. Ja. Heeft u daar ook last van, na raadsvergaderingen, dat namalen? Of bent u iemand die gaat liggen en zegt van knop om, morgen verder? Nee, ik wil wel eventjes tot rust komen. Ja. Namalen niet. Ik moet vaak 's nachts toch ook nog wel even mijn bed uit. Voor een huisverbod of als er een ander incident is. Ja. En als ik daar iedere keer te lang tijd voor herstel voor nodig zou hebben, dan zou ik niet veel slapen af en toe. Je komt wat weinig slaap af. En toch weer snel terug in mijn slaapritme komen. Ja. Heel goed. We gaan even naar Patrick, want die heeft Eef Schoneveld staan. En die heeft volgens mij ook aan het stembureau gewerkt. Patrick? Ja, dat klopt, Jan-Willem. Dus het is leuk om te zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Want meneer Schoneveld, het is ook voor u natuurlijk vandaag een lange dag geweest. Ja, kan je wel zeggen, ja. Een hele lange dag. Want om even een indruk te geven, de stembureaus gaan om 7:30 open. Maar u moet natuurlijk, neem ik aan, iets eerder al aanwezig zijn. Ja, ik was al om 7:15 was ik al op stadskantoor. Nou, dan moet je de spullen ophalen. En dan moet je het stembureau gaan inrichten. Maar we waren op tijd klaar om 7:30. Nou, dat is netjes. Welk stembureau heeft u gezeten? Ja. De Willigenburg, stembureau 2. En dan, dat is mooi natuurlijk. En dan is het ook toch weer anders dan 4 jaar geleden, omdat er weer met het rode potlood gestemd moet worden. Ja. Nou, dat was de vorige keer ook. Maar niet met de gemeenteraad. Nee, dat klopt. Maar de laatste keer dan was met de Europese verkiezingen. Daar hebben we ook met potlood gestemd. Is dat toch voor u als lid van zo'n stembureau anders, op het moment dat er met potlood gestemd moet worden? Ja, de avond wordt langer. Voorheen was het even op de knop drukken. En de uitslag kwam tevoorschijn. Nu moet je alles gaan tellen. En we hadden nu 533 stembiljetten binnengekregen. Nou, dat ze wordt tellen en sorteren. Heeft het voor u toch ook wel weer zijn charme dat we weer terug zijn gegaan naar het rode potlood? Nou, ik kan wel charme hebben, maar ik vind de computer toch wel beter. Ik vind het een beetje ouderwets. Ja, want wat dat er gaat, is het voor sommige kiezers ook voor het eerst dat ze met zo'n rood potlood moeten gaan stemmen. Ja, nou, dat klopt. Er waren een aantal die dat nog niet hadden gedaan. Ook nieuw dit jaar is dat er naast de stempas de mensen ook een identiteitsbewijs mee moesten nemen. Heeft u gemerkt dat mensen dat toch wel goed in de gaten hadden? Ja, dat was heel frappant eigenlijk. We hadden het bordje neer opgehangen aan de tafel waarop stond dat het verplicht was. Nou, de mensen kwamen aanlopen en ik ging al gelijk de portemonnee pakken om de identiteitskaart te pakken. Ja, en dat betekent voor u dat de campagne van de Rijksoverheid en de gemeente om dat te doen dus ook geslaagd is? Die is echt geslaagd. De mensen, 99% die was er van voor, die wist dat gewoon. Die had het allemaal bij zich. Terug naar zo'n dag op het stembureau. Het is niet zo dat er de hele dag door natuurlijk mensen binnenkomen om hun stem uit te brengen. Wat doet u nou verder daarnaast nog op zo'n dag? Nou, we hebben weinig stilte gehad. We hebben misschien 4 of 5 momenten gehad dat het even rustiger was. Nou, dan pak je dat momentje om ongezond te worden, om een sigaretje te roken. Wat is het piekmoment op het stembureau? Het was rond de koffietijd was het druk en rond 5:30, 6:00. Ook de mensen uit hun werk komen. Oké, nou we hebben een beetje een indruk hoe het is gegaan op zo'n stembureau. Dus we gaan terug naar datgene waar het natuurlijk belangrijk voor is voor vanavond, de uitslagen. Dankjewel Patrick. En hij staat nog steeds. Overigens, we zijn nu toch echt in afwachting van de echte bitterbal, mevrouw Verve. We moeten er wel vanavond een nuttigen. Maar er gaan veel hapjes door de zaal en die zien wij niet. Die zien wij niet. Wij gaan aan het orkest vragen of ze in de 34e maat willen afstoppen. Ongelooflijk, ik vind dat zo knap, hè? Zegt die toeter en dan is het klaar. Mevrouw Verve, we gaan het weer spannend maken. Lieve mensen in de zaal, we hebben weer nieuwe uitslagen. Dus legt u even de bitterbal opzij. Wij gaan naar een tussenstand van 28 stembureaus. Dat zijn dus 3 uitslagen erbij. En dat wil zeggen het uitslag van Dr. Willem Dreesplein, De Blauwe Brug en Krona.
Corona zijn trouwens twee stembureaus en dit is stembureau 24. En dan mag ik de volgende tussenstand met u delen. De Partij van de Arbeid, 22.0. De SP, 6.2. Het CDA, 12.3. De VVD, 15.2. Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief, 8.5. GroenLinks, 6.6. AOV, 5.5. Gemeentebelangen, 3.7. D66, 11.2. Ton, 5.7. En Progressief Schiedam, 3.1. En nu nog maar 5 te gaan. Nou, we gaan het weer eventjes globaal doornemen. We zien de Partij van de Arbeid weer iets omhoog komen. Die komen naar 22, dus dat is ruim 7 zetels. En nogmaals, dan hebben we het zonder de restzetels. De SP blijft zo'n beetje op 2 zetels staan. Het CDA gaat toch die 4 zetels langzamerhand bevestigen. De VVD heeft nu definitief, voorlopig tenminste, de 5e zetel binnen. Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief, blijft hetzelfde staan, gaat op weg naar 3 zetels. GroenLinks is goed voor 2 zetels, AOV bijna 2 zetels. Gemeentebelangen 1 zetel, D66 zit weer tegen de 4 zetels aan. Trots zit bijna op 2 zetels en Progressief Schiedam blijft op 1 zetel staan. Nog 5 te gaan. De nuances worden kleiner, denk ik. Partij van de Arbeid gaat iets vooruit. En eens even kijken, ja, de VVD, dat is eigenlijk de eerste keer dat ze binnen die 5 zetels komen. Ja, wordt wel spannend. 5 bureaus nog. We gaan toch over de klok van 12:00 heen. Ja, het is niet anders. Het is niet anders. Nee, maar er zijn 2 stembureaus die zijn zo druk aan het tellen. Ja. Dat we daar ook niet de voorlopige uitslag we krijgen ze niet te pakken voor de uitslag. Die andere 3 die komen eraan, die verwacht ik heel spoedig. Ja. En er zijn ook een aantal processen verbaal zodanig afgerond, dat er misschien na 12 ook nog wel wat meer over de totale zetelverdeling te zeggen is. Ja. En ook, ik ben erg benieuwd al sowieso strakjes naar het gesprek met heel kort met alle lijsttrekkers. Ja. Want laten we wel realistisch blijven. Een hoop mensen moeten morgen ook weer werken, dus we kunnen het niet al te gek maken. Maar... ja, u heeft er net al door de zaal gelopen. Ja, je kan natuurlijk de gezichten zijn, de spiegel van de ziel. Zeg het, de ziel, hè? Je ziet al aan de gezichten wat de stand van zaak is. Ja, je kunt het zien. De een is tevreden en de ander die is wat teleurgesteld. Maar u merkt het ook aan de sfeer. De sfeer is goed. En men is heel erg benieuwd naar de definitieve uitslag. Ja, ja. Ja. Wij zijn eventjes in afwachting van de laatste uitslagen en allerlei andere zaken. We pikken de draad toch weer even op wat betreft de activiteiten. We waren bij maat 34 gebleven van het orkest, dus die kunnen gewoon rustig verder spelen. We hadden het er net gehad over de activiteit in oktober. We waren ook bezig geweest met Koninginnedag. We hebben 5 mei besproken, even 4 mei nog. Ja, dat blijft natuurlijk altijd hetzelfde, denk ik. Ja, 4 mei gelukkig veel belangstelling bij de herdenking 's avonds. Ja. En dat verwacht ik dit keer ook weer. Dit keer misschien wel extra veel belangstelling. Vooral ook van jeugd. Zeker omdat de oorlog ook nu nog aanwezig is. Ja. En we alle gevallenen herdenken. Ja. Nou, we hebben natuurlijk ook nog de koninklijke onderscheidingen. Ik wou zeggen, de lintjesredenen. Ja. Veel, wat bij de afgelopen veel aanvragen jaar, gelukkig, dit jaar. Want dat wilde ik aan u vragen. De afgelopen jaren liepen de aanvragen toch behoorlijk terug. Het was moeilijk om nog mensen te vinden. Terwijl er toch zoveel mensen zijn die goede dingen doen. Ja. Ja, heel veel mensen die goede dingen doen. En ik was toch eigenlijk altijd wel erg trots op het hoge aantal koninklijke onderscheidingen wat ik mocht uitreiken. Ja. Maar het zijn er dit jaar echt een aantal meer. Ja. Dus ik zal er ook rekening mee moeten houden met de lengte van de toespraken. Ja. Maar ik ben wel blij als dit zo door kan gaan. Is het zo dat mensen in de politiek, ook in de gemeenteraadspolitiek, na een bepaald aantal jaren automatisch een lintje krijgen? Of blijft het toch bij voordragen? Je moet voorgedragen worden. Nou, het is nog steeds zo dat nu
de lichting die nu afscheid gaat nemen, die zaten ook voor 2002 in de gemeenteraad. Ja. En als je 12 jaar raadslid bent, dan kom je in aanmerking om eventueel een lintje voor aan te vragen. Het moet nog steeds aangevraagd worden. Het is niet zo dat, dat automatisch iemand zegt, alsjeblieft, we sturen hem toe. Dus er moet echt nog wel iemand zeggen, ik stel de prijs op, hou je daar goed rekening mee? Ja. Dus ook volgende week is dat best wel even spannend wat het gaat worden. Ja. Die discussie over die lintjes die zal natuurlijk altijd blijven. Er zijn altijd mensen die hebben fantastisch werk gedaan achter de schermen. Die willen niet of die, daar wordt het niet, wordt niet over gesproken. Wat is in uw ogen toch een beetje de algemene richtlijn? Wanneer moet je nou voor iemand een lintje aanvragen? Als de buurvrouw al 20 jaar lang jou helpt met de boodschappen, is dat een reden voor een lintje? Of is dat alleen maar weggelegd voor hele bijzondere, heel bijzondere gelegenheden? Nou, 20 jaar boodschappen doen voor de buurvrouw, dat is natuurlijk bijzonder. Ja. Maar het is de lengte van de tijd, het is niet verdienen eraan. Het is een activiteit verrichten zonder dat het tot het dagelijks leven behoort. Je kunt trouwens ook een koninklijke onderscheiding krijgen voor activiteiten binnen het werk. Maar dan moet het binnen het werk weer extra zijn en niet binnen je functie vallen. En ik ben persoonlijk van mening dat we die koninklijke onderscheidingen toch wel, dat moet niet naar klinken, maar dat je dat toch wel bijzonder moet houden. Ja. En dat het vaak een combinatie is van de vele activiteiten. En die zijn er in Schiedam. Ja. Mensen die 45 jaar voor diverse activiteiten ingezet kunnen worden. En dat ook vele uren per week doen. Ja. Iets goeds doen en een half uur per week, dat is prachtig. Ja. Maar sommige mensen die zijn constant op pad. En die zoeken we eigenlijk voor die onderscheidingen. Ja. Wat overigens vorig jaar nieuw was, was het kinderlintje. Ja. Wordt dit jaar ook weer uitgereikt? Ja. Dat is een jaarlijks terugkerend lintje. Dus daar moet ook voor genomineerd worden. Ja. En ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Zo is het. Wij gaan even lekker nog even wat drinken, mevrouw Verve. Ondertussen gaat Patrick even toch de uitslagen op zijn manier nog even beschouwen, Patrick. Ja, dat klopt, Jan-Willem. Want we hebben nu 28 stembureaus, de uitslagen daarvan totaal binnen. Dus je kunt langzaam maar zeker toch wel de contouren gaan onderscheiden. En gaan zien hoe de avond van vanavond eruit ziet. De Partij van de Arbeid die gaat inleveren en flink ook van de 13 zetels die het heeft. Maar lijkt op basis van de uitslagen die er nu zijn toch de grootste partij te gaan worden. Zou op basis van het aantal zetels, het aantal stemmen wat nu is binnengekomen, uitkomen op 7 zetels. Maar dat kan dus nog meer worden omdat we de restzetels op dit moment nog niet kunnen verdelen. De SP die gaat niet helemaal als nieuwkomer, maar toch met de nieuwe mensen waarschijnlijk met 2 zetels de raad in. En dat is toch knap te noemen. Het CDA houdt de 4 zetels die het nu zo'n beetje wel heeft. VVD gaat langzaam maar zeker de stijgende lijn oppakken en zou nu al uitkomen op 5 zetels. Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief zou met 3 zetels in de raad terecht gaan komen. GroenLinks, daar blijft het een beetje hetzelfde voor. Die behoudt zijn 2 zetels. Het AOV, die gaat waarschijnlijk toch iemand erbij krijgen. Katelijne de Groot heeft jarenlang met 1 zetel in de raad gezeten. Maar die lijkt nu toch voorzichtig op een 2e zetel af te gaan stevenen. Gemeentebelangen Schiedam zal ongetwijfeld ook, denk ik, wel tevreden zijn met de uitslag zoals hij er nu is. Want die partij houdt de zetel die het had ten opzichte van 4 jaar geleden. D66 kan je ook een winnaar noemen van vanavond, hoewel nu de teller staat op 3. Maar goed, u heeft het ook al gehoord in het gesprek met Adrie Reinoud. Er komen misschien nog de stembureaus aan waar de stemmers zitten van D66. En dan zou die partij misschien nog wel eens flink kunnen klimmen. En er misschien zelfs nog 1 of 2 zetels erbij gaan krijgen. Trots op Nederland gaan we ook tegenkomen in de gemeenteraad. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat waarschijnlijk met 2 zetels gebeuren. En ook Progressief Schiedam, een andere nieuwkomer, die komt in de raad met 1 zetel. En dat betekent, en dat is volgens mij toch al een tijd geleden, dat alle 11 de deelnemers die hebben deelgenomen aan deze gemeenteraadsverkiezingen dus ook daadwerkelijk in de raad gaan komen.
Ja, het bemoeilijkt wel aan de andere kant het vormen van een coalitie. Want daar moet je toch ook voorzichtig naar gaan kijken. Dan moet je op een aantal van 18 gaan uitkomen. En het betekent dat dus ook al voorzichtig wordt gekeken wat mogelijke combinaties zijn. En de meest waarschijnlijke combinatie op dit moment lijkt een vierpartijen coalitie. Waarbij Partij van de Arbeid, CDA, VVD en D66 wellicht met elkaar zouden kunnen gaan samenwerken om zo'n meerderheid te vormen. Dat zal dus even het geval zijn en we gaan even kijken hoe dat gaat lopen. We wachten nog uiteraard op die laatste uitslagen, zodat we dat beeld helemaal definitief kunnen krijgen. Oké, dankjewel Patrick. Ja, we zijn een beetje natuurlijk in afwachting, want er wordt hard gesleuteld, heb ik begrepen. We gaan, als het goed is, straks gaan we op 2 na. We gaan naar 31 bureaus. Daar wordt boven nu heel hard gerekend. Ik zou daar niet graag willen zitten, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is onder stress werken en, ja. En controleren. Want nu zijn natuurlijk de laatste bureaus die binnenkomen en ook nog een keer hergeteld worden. Maar we hebben net gezegd, we gaan wel even door totdat de uitslag toch wel, bekend mensen is. Mensen moeten desnoods maar de video of de DVD-recorder eraan zetten. Ja. Kunnen ze het morgenochtend nog even zien. Overigens, ik ben wel benieuwd naar het Nederlands elftal. Is daar al wat van bekend? 2-1 verloren. Gewonnen. Het Nederlands elftal. Gelukkig. 2-1 gewonnen. Tegen Geweldig. Wie was dat? Kijk, tegen Amerika. Nou, vriendschappelijk. Overigens raar dat zo'n wedstrijd voor vanavond gepland is. Heel Nederland zit naar de gemeenteraadsverkiezingen te kijken. Ja, maar Amerika houdt daar denk ik geen rekening mee. Nee, doet Amerika wel met meer dingen. Dat ze, die willen nog wel eens de eigen weg bewandelen. Ik zie daar papieren, maar dat zijn niet de papieren die wij moeten krijgen. Dat zijn wel de papieren die wij moeten krijgen. Dank u wel. Dankjewel. Lieve mensen in de zaal, wij gaan weer hopelijk jullie blij maken. Wij hebben de stand van zaken na 31 stembureaus. Dus bij 2 wordt er nog heel hard geteld. 31 stembureaus. Mevrouw Verven, we gaan er weer voor. En dan gaan we bekendmaken de uitslagen van inclusief, zo moeten we het eigenlijk zeggen, inclusief wijkcentrum De Erker, inclusief basisschool De Kring en inclusief Krona, dat was stembureau 35. En dan komen we dus met de tussenstand na 31 stembureaus op de volgende tussenstand. Partij van de Arbeid 21,7. SP 6,3. CDA 12,1. VVD 15,4. Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief 8,7. GroenLinks 6,7. AOV 5,2. Gemeentebelangen 3,8, D66 11,3, Ton 5,8 en Progressief Schiedam 3,1. Spannend. Wij gaan even snel beschouwen. De Partij van de Arbeid loopt 0,3 terug. Dat blijft ongeveer hetzelfde. SP blijft op 2 zetels, 6,3. Het CDA gaat toch steeds steviger in die 4 zetels, nu 12,1. De VVD heeft definitief die 5e zetel binnen met 15,4. Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief groeit heel voorzichtig naar die 3e zetel toe. GroenLinks blijft zo'n beetje op ruim 2 zetels staan. Het AOV loopt iets terug van die 2e zetel af. Maar 5,2 is er tegenaan. Gemeentebelangen zit wel vast op die 1e zetel. D66 11,2, nu 11,3. Ja, die 4e zetel is er nog niet helemaal. Trots 5,7, nu 5,8, bijna 2. En Progressief Schiedam gaat zich steeds verder nestelen in die 1e zetel. Nogmaals, dat is natuurlijk zonder de restzetels. Dat geeft natuurlijk nog even een klein beetje een verschuiving. 31 stembureaus. Het gaat langzamerhand naar de apotheose, het hoogtepunt van deze avond. Wordt druk in de gemeenteraad, hè? Het wordt, ja. Veel woordvoerders, veel partijen als het zo gaat worden. We zullen Patrick er even bij halen. Edgar, kan dat? Kan Patrick er even bij komen? Uiteindelijk moet hij toch ook even op de bank. Ik heb mijn papieren er snel ook bij. Pat, even een beetje leg jij ons eventjes als prognosedeskundige. Jij weet alles van rangen en standen, ook bij de sport.
Waar gaat het toch een beetje naartoe? Je ziet waarschijnlijk dat de Partij van de Arbeid de grootste partij gaat worden. Die conclusie mogen we nu toch wel trekken. De vraag zal uiteindelijk zijn of het bij die 7 blijft of straks met de restzetels er nog wat bij gaat komen. Zoals ik het nu zie zou je een... Maar dan ga ik al heel erg met een natte vinger een college kunnen vormen. De meest waarschijnlijke combinatie lijkt mij Partij van de Arbeid, CDA, VVD en D66. Dus, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het een 4-partijen coalitie moeten gaan worden. Maar dan maak je ook niet de makkelijkste, geloof ik. Hè? Nee, dat is college. Een behoorlijke, want dan krijg je een centrum-links kabinet met een draai naar rechts. Een centrum-links kabinet zoiets. Met een draai naar rechts. Zoiets zou het wel worden. Dat zijn termen die behoren bij hij u thuis. Hij zegt het. Ja, hij zegt het. De grote voorspeller. Maar Patrick en mevrouw Verwe, we kunnen eigenlijk toch wel langzamerhand... Het zal niet meer heel dramatisch gaan veranderen, denk ik, toch? Dat denk ik ook niet. Tenzij de restzetels nog wonderen gaan verrichten. Dat zal even de vraag worden. Ja, nee, nou die restzetels kunnen net 1 zetel verschil vaak betekenen. En we zien een paar percentages verschil optreden. Dus dit is het ongeveer wel, ja. Maar die laatste 2 willen we nog wel graag weten. Ja, die willen we wel graag weten. Patrick, jij zei er net van er is een bepaald college mogelijk. Je noemde eigenlijk de partijen Partij van de Arbeid, CDA, VVD, D66. Zie je ook nog andere grotere colleges? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dan moet je coalities denk ik gaan vormen waar je 5 partijen in hebt. Ja. En voordat je die allemaal op 1 lijn hebt, moet wel heel wat water door de Maas door gaan stromen. Ja. Gaat dit uitlopen op moeilijke onderhandelingen, denk je? Ik ben bang van wel, want je hebt natuurlijk toch een paar partijen waar wat natuurlijke tegenstellingen in zitten. Dus dat zal al moeilijk gaan worden. Ja. Ja, en bovendien moet je ook gaan kijken, want dat zal bijvoorbeeld ook de strijd gaan worden. De Partij van de Arbeid, die als grootste partij moet gaan zeggen, gaan we 1 wethouder of 2 wethouders leveren? Halve wethouders zou je ook nog kunnen leveren door 1 partij. Maar ja, dat zal inderdaad ook een van de vragen gaan worden. Ja. Ik kreeg overigens wel net even door in mijn oortje dat aan de laatste 2 nu echt heel hard gewerkt wordt. Dus laten we dan maar 1/2 stellen. Het is net zo'n verjaardagsfeestje. Nou, we gaan 1/2 stellen. Over de opkomst, het percentage, hoe komen we daar nog achter vanavond, denkt u? Nou, hij staat er nu onder. Als ik het goed heb, dan is de opkomst nu 40,85. Dat zou heel erg teleurstellend zijn. Dat had ik ook niet verwacht, eerlijk gezegd. Nee, net na 28 bureaus hadden we nog 36. In dat opzicht zijn we nog omhoog geklommen. Nou krijgen we nog 2 bureaus erbij. Even snel rekenen, 3. We zouden nog kunnen eindigen rond de 44%. Ja. Dat is niet wat we gehoopt hadden, denk ik. Nee, ik had eerlijk gezegd een klein beetje verwacht dat we wel wat hoger dan 4 jaar geleden uit zouden komen. Ja. Want het leeft volgens mij op dit moment. Als ik ook alle programma's op televisie zie, landelijk en alle inzet zie, dan had ik verwacht met het droge weer, het mooie weer, dat er toch vandaag wat meer mensen hadden deelgenomen. Ja. Is dat nou iets voor u om, wanneer er straks een nieuw college zit en we gaan weer aan de vergaderingen beginnen. U heeft ook wel eens in besloten kring met alle partijen bijeenkomsten. Kunnen jullie dan ook collectief dat op de agenda zetten van luister eens jongens, wij moeten over 4 jaar goed weer bij die Schiedammers binnenkomen en we moeten minimaal naar die 50% gaan of werkt dat zo niet? Nou, natuurlijk denken alle politieke partijen na om de kiezers naar het stembureau te krijgen. Dat doen ze ook collectief, want de kiezers naar de stembureaus halen, dat is een individueel belang van de partij, maar ook een gemeenschappelijk belang. En dat wordt van alles voor bedacht. De stemwijzers neerzetten, gezamenlijk deelnemen aan allerlei debatten, want er zijn toch best wel wat debatten geweest. Ja, absoluut. Gezamenlijk op bepaalde momenten in de kranten gaan staan. Wanneer beginnen we ongeveer met alle activiteiten? Het begint steeds vroeger. Ja. Momenten kiezen waarop je de kandidaten bekendmaakt, de programma's bekendmaakt. Dus men doet er wel heel erg veel aan. Ja. En ik zie dat dus ook allemaal gebeuren. En ik moet u zeggen dat ik het dan best wel jammer vind voor de enorme inzet van iedereen. Ja. Ja, dat zich niet altijd vertaalt in opkomst. Nee, want zelfs al zouden we rond de 44, 45% uitkomen,
is toch teleurstellend. Wanneer we dat vergelijken, Patrick, met 2006. Ik weet toen, alleen niet wat landelijk nu het gemiddelde is. Want ik hoorde vanmiddag op de radio dat het ook laag was. Lager dan 4 jaar geleden. Dus als wij dezelfde trend als landelijk volgen, ja, we moeten natuurlijk ook niet de illusie hebben dat we het in Schiedam echt veel anders gaan doen. Het is wel weer het zoveelste signaal naar politici toe, hè? Ja, maar ja, op een gegeven moment, hoeveel moet je politici nog laten doen om de verantwoordelijkheid van de kiezer ook zelf te laten nemen? Daar zitten natuurlijk ook best wel grenzen aan, hè? Ja, heel flauw opgemerkt, maar is er langzamerhand niet eens tijd dat we ook... Het is geen vak en het moet ook geen vak worden, maar dat op scholen toch meer over gesproken wordt bij de lessen maatschappij, leergeschiedenis. Nou zullen een hoop docenten dat ook doen, maar ja, toch ergens gebeurt er iets wat niet goed is. Die machine komt niet op gang. Ja, er is misschien een hele tijd geweest dat er wat minder aandacht voor geweest is. Ik heb de indruk dat het weer een beetje terugkomt. En je ziet dat ook de grote steden, de G4-steden, veel gedaan hebben om juist jongeren naar de stembureaus te verkrijgen. Ik ben ook erg benieuwd hoe het in Den Haag en Rotterdam geweest is. Want daar is vannacht zijn de stembureaus open gegaan en daar heeft men een klein feestje gevierd. Dus als dat de oplossing is, nou dan kunnen we in ieder geval dat meenemen. Ik heb de indruk dat op scholen er weer wat actiever gediscussieerd wordt. Nou, wij beginnen zelf ook op school. Lagere scholen al. We hebben natuurlijk ook de jeugd bij de debatten betrokken. Jong Geluid is heel actief geweest. Dus ik heb de indruk dat het wel terugkomt. Dus voor de toekomst heb ik er wel vertrouwen in dat de jeugd geprikkeld raakt. Ja. Zonder dat politici cabaretiers moeten worden. Wanneer je toch vaak een hoop gesprekken ziet, dan denk je ook van ja, maar daar is ook niks aan. Mensen moeten het ook wat leuker gaan brengen. Jaren geleden weet ik nog goed, toen kwam er op een gegeven moment een gemeente in het nieuws en die zei van ja, wat wil je als er allemaal termen gebruikt worden waar mensen niets van snappen. En er was toen een vertaalboekje verschenen voor, dat heette geloof ik Politiek Nederlands of zoiets. En daarin kon je dus uitwerken en dan werd het ook wat begrijpelijker. Ligt daar nog winst, denkt u, om het, ja, hoe flauw het ook klinkt, om het meer Jip en Janneke-achtig te gaan brengen? Of onderschat je dan de mensen? Ik vind dat je de mensen nooit moet onderschatten. Ik vind wel dat je zodanig moet spreken dat het ook voor veel mensen, het liefst voor iedereen, dat het ook te begrijpen valt. En daar zijn landelijk ook wel onderzoeken naar gedaan, naar de niveaus. Ja. Aan de andere kant vind ik ook wel dat je het niveau van het openbaar bestuur in de gaten moet houden. Ja. Dat men niet zegt, want er is één gemeente in het land, ik ben even kwijt welke dat is. Die gaat nu zelfs voor de komende raadsleden een soort CITO-test vragen. Omdat ze denken dat het niveau te laag is. Dus dat is een teken dat je het niveau hoog moet houden. Ja. Nou, dat is ontzettend moeilijk om daar de balans tussen te vinden. Maar het zijn wel twee elementen waar we rekening mee moeten houden. Ja. Pet, jij bent weer. We hebben allerlei generaties door elkaar. Ik ben van ons drieën dan de oudste generatie. Mevrouw Verven zit daar mooi onder het gemiddelde tussenin. Jij bent de jongste van de drie, zullen we maar zeggen. Even in jouw. 35 heb ik van de kinderen. Dezelfde leeftijd. Even in jouw leeftijdscategorie. De mensen met wie jij omgaat, je vrienden, je kennissen. Merk je daar een soort negativiteit over? Ja, wat heeft dat voor zin? Of waarom zou je gaan stemmen? Of is dat wisselend? Niet zozeer bij mensen waar ik mee omga, maar ik merk wel dat heel veel geluiden op straat er ook zijn. Dat mensen ook aangeven dat ze zich niet begrepen voelen door de politiek. Dat er heel veel beslissingen ook worden genomen over mensen, maar dat er niet wordt gesproken met mensen. Dat is kritiek die vaak ik vaak te horen krijg. Ja, je kan natuurlijk altijd ook de vraag stellen, ja, hoe ver moet je gaan om mensen overal in te betrekken? Overigens, mensen thuis, u moet echt nog even geduld hebben. Er zijn wat kleine technische problemen. Ja, dat gebeurt altijd. Ik hoor net in mijn oortje dat er heel hard aan gewerkt wordt. Papieren komen nu binnen en dan gaat nu naar boven toe. Dat is in ieder geval goed nieuws. Dat is ook een beetje het verhaal erachter. Hè? Je kan uiteindelijk niet het iedereen naar zijn zin maken. Er zijn mensen bij die zeggen van ik stem op die politicus of op die partij. En die moet dan maar 4 jaar zorgen dat alles wat ik wil gebeurt. Is dat ook een grote misvatting vaak van mensen die teleurgesteld zijn in kiezen? Ja, dat gaat niet. Hè? Want we leven in een democratie. En in een democratie moet je kijken waar je overeenstemming kunt bereiken. Kijk, je kunt hem erin knallen en zeggen, nou, ik laat altijd alleen maar het geluid horen waarvoor ik gekozen ben. Of je kunt zeggen van, nou, we nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid en we willen ook voor de stad een aantal dingen gerealiseerd hebben. Dat is ook, hoe zit je in zo'n gemeenteraad? Zit je er voor je partij of zit je er voor de stad op een gegeven moment?
En daar moet je de balans in vinden. Dus je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, maar als je eenmaal aan die tafel zit, ja, dan moet je wel het belang van de stad voor ogen houden en dan dat vanuit je eigen partijfilosofie natuurlijk doen. Nou, zoals gezegd, wij gaan een beetje afwachten wat de stemmingen zijn. Ja, dat betekent, Patrick, ook morgen natuurlijk ook de landelijke ochtendbladen die natuurlijk over Nederland wat gaan melden. Heb jij al iets vernomen over hoe Nederland heeft gestemd met de gemeenteraadsverkiezingen? Nee, ik heb heel weinig meegekregen. Ik zag wel in een beeldscherm vanuit mijn ooghoek dat Geert Wilders tevreden keek. Dus ik heb het vermoeden dat de PVV in Almere en Den Haag, de twee steden waar de PVV heeft meegedaan, gewonnen zal hebben. Ook zag ik dat Femke Halsema aardig in de lift zat. Dus GroenLinks lijkt wat dat er gaat landelijk het ook wel aardig gedaan te hebben. Ja. Maar verder heb ik niet al te veel meegekregen. Nee. Ja, Geert Wilders, daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Het verschijnsel, hij doet in twee steden mee. Zonder daar u over uit te spreken, denk je daar als burgemeester apart over na? Of zegt u, luister eens, that's all in the game. Dat is gewoon een partij en die moet maar gewoon wel of niet meedoen. Of is dat een zorg als zo'n partij ook in Schiedam had meegedaan? Het is democratie. Iedereen mag een partij oprichten en meedoen aan de verkiezingen. Ja. Als je een nieuwe partij bent, is dat aan een aantal eisen verbonden. En dan bestaande partijen mogen ook meedoen. Ja. Dus dat mag allemaal. Ja. Maar dat betekent niet dat ik daar zelf niet naar kijk van hoeveel partijen hebben en wat gaat er gebeuren. Wat voor effecten heeft dat op het besturen van de stad. Ja. Maar dat is nu niet zo belangrijk. Zullen we het nog wel even hebben over volgende week? Want dan gaan we hoe dan ook afscheid nemen van de gemeenteraad. Is dat een idee? Ja. 9 maart dan nemen we afscheid van de zittende raadsleden. 2 dagen later installeren we de nieuwe raad. Ja, dat gebeurt op 2 manieren. Hè. Mensen kunnen de eed doen en belofte. De belofte doen. Hè. Dat is even voor de duidelijkheid. Ja. Nou ja, aanstaande vrijdag hebben we eerst het definitieve uitslag van de verkiezingen. Ja. Dan worden aan alle kandidaten de verklaringen van goed gedrag toegestuurd. En dan moeten ze papieren gaan invullen. Ja. Moeten ze ook gaan aangeven of ze inderdaad de verkiezing accepteren. Dus die gaan het weekend krijgen ze druk. Ja. Dan gaan we vrijdag nog aanleveren per post. Dus die moeten opletten. Dan maandag dan moeten ze terugkomen. Moeten ze hier van tussen 's ochtends 8 en 10... alle papieren gaan inleveren en dan dinsdag, dan hebben we het over de 11e, dan zijn er 3 leden uit de raad en die gaan alle geloofsbrieven gaan ze nakijken of het allemaal goed is. Kijken ook naar de rechtmatigheid en dan pas kunnen ze in de gemeenteraad van de 13e, nee de 11e, sorry de 11e gekozen gaan worden. Is er trouwens een cursus voor geïnstalleerd gaan worden? Hoe word ik gemeenteraadslid? Is daar een cursus voor of kan je daar iets in lezen of bestuderen? Ja, daar worden natuurlijk wel handreikingen voor gedaan. Ja. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft daar handreikingen voor. Maar wij doen er zelf als gemeente Schiedam ook veel aan. De Gevier en ondergetekende hebben al de laatste 2 raadsvergaderingen de nieuwe kandidaat raadsleden mogen uitnodigen voor de raadsvergadering. Hebben ook wat verteld. En alle raadsleden, ook nieuwe, dus krijgen zometeen een informatiemap. En we gaan informatieavonden gaan we organiseren om ze bij te praten. En alles wat de raad graag wil, op prijs stelt om goed geïnformeerd te raken, daar gaan we ze gewoon in faciliteren. Want we zijn er allemaal in gediend als er een goed gemeentebestuur is. Als ze gelijk goed van start kunnen gaan. Ja, precies. Okay. Nou Patrick, wat denk je? 2 stembureaus nog te gaan. Jij bent de man van de percentages en de cijfers. Kan dat nog een heel groot verschil gaan maken vanavond? Nee, ik denk het niet al te groot verschil meer. Misschien een bevestiging voor sommige partijen dat ze de zetel waar ze tegenaan zitten, dat ze die dan definitief vasthouden. Maar ik denk niet, en dat heb je ook in voorgaande verkiezingen wel gezien, dat er niet nog hele al te grote sprongen gemaakt zullen worden. Ja, nou. Er wordt op 1 uitslag nog eentje gewacht. Want dan is het wel leuk dat u alle lijsttrekkers nog hier even aan tafel gaat krijgen. Dan gaan we alle lijsttrekkers nog eventjes... Ja, maar die lijsttrekkers willen nog in hun gezelschappen even... Ja, dan moet je stoom afblazen. Dat is toch even het moment van... Dan komt dat moment van de lach en de traan natuurlijk. Hè. Ja. Dat is natuurlijk inherent aan het hele verhaal. Ja. Ja, het is een langere zit aan het worden dan we voorspeld hadden. Maar ja, dat is, er gebeurt natuurlijk uiteindelijk altijd wel iets. Ja. Er was 1 gemeente, Patrick, die meldde jij mij vanmiddag. Die had 50 inwoners. Ja, dat klopt. De gemeente Maurre. En dat stembureau, dat is een huiskamer.
Dat is een meneer die zijn stemmers in de huiskamer ontvangt. Dus die reporter vroeg ook nog enthousiast kopje koffie van, erbij. Ja, wat doet u zo al de hele dag? Nou, zegt die man, ja, ik kan van alles doen. Een computer, een boekje lezen, dus ik ontvang de mensen thuis. Ja, maar het is een dorpje van 50 mensen waar ook gestemd wordt. Ja. Is dat altijd nog een sport om als eerste gemeente landelijk te melden op de televisie wat de uitslagen zijn? Dat is wel beetje een tijd wel, geweest, hè? Beetje wel. Zeker toen we met de stemmachines gebruik konden maken. Ja, dan was het van wie drukt het eerste op die knop en komt het eerste er doorheen om het door te bellen. Ja, ja, ja. Maar nu ligt het toch echt wel iets ingewikkelder. En nu gaat de zorgvuldigheid boven het allereerste zijn. Maar een beetje prestige is het nog wel, ja. Ja, ja, ja. Was er een gemeente in Nederland die altijd een beetje die top aanvoerde? Nou, ik geloof dat onze oud-collega, of mijn collega nu op Vlieland, toch wel tot een van de snelste... Ja, de Waddeilanden samen met Schiermonnikoog. En volgens mij was hij nu ook weer snel, want dat zou hem de eer te na zijn. Ja, dus, ja. Het is jammer dat de techniek van ons niet zo ver is dat we een satellietverbinding met Jorik kunnen maken. Om even vanaf Vlieland te roepen hoe het bij hem is gegaan. Er komen bitterballen aan. Dat vind ik ook een heel prettig onderwerp, mevrouw Verven. Want kijk eens eventjes. Deze charmante jonge dame gaat ons niet vergeten. Dank u wel. Nee, u gaat niet mee in de bitterbal? Ja, maar wij wel, hoor. Wij zijn van de oud-Hollandse bitterbal. Ja. En hartstikke lief. Ja. Even nog over de locatie. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Dat is geweldig. Hè? We zitten hier gewoon in een soort studio. Ja, dat geeft toch een beetje cachet aan de zaak. Nou, ik vind het leuk dat we ook voor de kiezers, voor de inwoners thuis een leuke uitzending kunnen maken. Dat hoop ik. Ik hoop achteraf te horen hoe iedereen dat hier in de zaal gewaardeerd heeft. En of ze ook voldoende gelegenheid hebben gehad om met elkaar te praten. En, Wat mij overigens wel opvalt is dat mensen minder geïnteresseerd zijn in de landelijke uitslagen. Normaal dan vlogen mensen naar de televisie toe. Dat heb ik hier vanavond eigenlijk niet zo gemerkt. Men is heel erg met zichzelf bezig. Ja, het is natuurlijk ook superbelangrijk. Ik kan het niet helemaal overzien. Maar volgens mij één blik op de televisie die in de andere hoek staat, dat zegt al heel erg veel. Ja. Maar men is wel met elkaar bezig. Men is natuurlijk ook bezig om te kijken van met wie gaan we aan tafel zitten. Ik wou het zeggen, zou dat al gebeuren? En als wij daar samen vanavond ook een beetje de tijd toe geven, dan is dat wat dat betreft ook succesvol. Als een beetje meezitten, maken we hier vanavond al de coalitie op de bank bij elkaar. Nou ja, wij niet, maar dan... Onderling. De partijen. Onderling. Ja. Eigenlijk zou je ze nog een uurtje onder elkaar gelijk moeten geven om gelijk eens even bij te praten. Ja, dat doen ze wel, hoor. Ja. Doen lijkt ze wel. Me, lijkt me een hele moeilijke weg dat onderhandelen, toch? Hè? Want ja, uiteindelijk, dat is ook een beetje waar de kiezer partijen vaak op afrekent. Het effect water bij de wijn doen. Hè? Eerst heel hard roepen, dat wil ik. En dan komt het erop aan, Pet. Je beaamt het ook, hè? Als er onderhandeld moet worden. Dan komt die bekende water bij de wijn. Ja, dan is het vaak dingen die je hard hebt gezegd in verkiezingstijd. Die worden dan anders. Omdat je uiteindelijk toch een coalitie moet vormen met andere partijen die soms net iets anders in zo'n standpunt staan. Ja, dan is het de kunst die dingen waar je echt je prioriteiten aan geeft. Dat je daar de partijen bij zoekt die ook die prioriteiten delen. Maar werkt dat zo bij een partij? Heeft een partij een aantal standpunten waarvan ze zeggen dat is 100% en daarover valt te onderhandelen? Is dat de praktijk? Zo moet je het voor jezelf toch wel een klein beetje als onderhandelaar op een rijtje gaan zetten. Dat heet wisselgeld, geloof ik, hè, in politieke termen. Ja, nou ja, of anders benaderd, echte principiële zaken goed overeind houden. Ja. Het is maar net van welke kant uit je het benadert, wat dat betreft. Nou, we zijn, ik kijk ook een beetje om me heen, want we zijn in volle afwachting. Ik zie daar iemand toch nog niet heel gelukkig kijken. Ik denk dat de mensen boven toch ook blij zijn als het dadelijk achter de rug is, want het is toch wel een hele grote spanningsfactor. Maar kunnen we niet iemand uitnodigen hier die een eerste reactie geeft? Want er zijn natuurlijk partijen die eruit springen. Ja, we gaan even naar een filmpje. We gaan even nog naar het filmpje. Ja, we onderhandelen eventjes. Ja, dat is goed. We gaan nog eventjes naar een filmpje kijken van de stembureaus en dan hopen we toch de uitslagen binnen te hebben. Hier zit ik bij Erik Dokter op het stembureau Het Land van Ris. Jullie zijn er altijd vroeg bij, hè, 's ochtends. Hoe laat ging het nou hier open? Het stembureau ging om 7:30 open. Wij waren hier zo'n beetje 7:15. Ja. En wat doen jullie dan allemaal? De loketten neerzetten? Of wat gebeurt er allemaal zo 's ochtends vroeg in het begin?
De hokjes die staan al klaar, maar wij moeten alle stembiljetten moeten we tellen voor uitgaven. We moeten de rode potloden klaarleggen. We moeten kijken of alles compleet is wat turflijsten en zo betreft. En dan moeten we de taken verdelen, dus dat iedereen goed aan het werk kan gaan en precies weet wat hij moet doen. En wat zijn dan die taken van die andere mensen? Want je zit een hele rij mensen hier aan de tafel. Er zit een hele rij mensen, maar we hebben dus een voorzitter die controleert of de legitimatiebewijzen kloppen met de stempassen die ingeleverd worden. Ik moet controleren of de stempassen geldig zijn. Dus dat er niet een stempas van een overleden iemand of iemand die zijn stempas verloren is of die wordt ingeleverd. Dan is er iemand die een stembiljet uitgeeft met een nummering eraan. En er is weer iemand die controleert of de stembiljetten inderdaad weer in de bus worden gedaan nadat er gestemd is. Ja. En zo komen jullie de dag door? Zo komen we de dag door en we moeten zorgvuldig werken, want anders hebben we 's avonds een probleem als we gaan tellen en het klopt niet. Want dan hebben we echt de grootste ellende. Ik kom een vrouw tegen, die komt net het stembureau uitgerend, want u was uw identiteitsbewijs vergeten, hè? Nou, niet die van mezelf, maar die van mijn partner. Oké. Is dat ingewikkeld, stemmen voor je partner? Nee, maar ze heeft op dit moment gewoon geen tijd om te stemmen. Ze vindt wel dat ze gebruik moet maken van het stemrecht. En hoe werkt het dan? Dan moet je haar identiteitsbewijs meenemen en de jouwe. En hoe gaat het dan in zijn werk, denk je? Als het goed is, moet ik een kopie van haar identiteitsbewijs meenemen. En vervolgens die van mezelf. En dan kunnen ze controleren dat ik niet onterecht gebruik maak van van een tweede stemrecht. Jij kan natuurlijk een heel ander vakje invullen, hè, met dat rode potlood. Ja, maar zo gaat dat niet. Nee, 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 nee. Hij doet braaf wat ze wil. Nou, niet altijd, maar in dit geval wel. Ga lekker dat ding halen en we zien je straks terug. Is goed hoor. Okay. Hallo, welkom bij Autobedrijf Ed Koster. APK-keuringen klaar terwijl u wacht of maak een afspraak. Ook voor schokbrekers, accu's, uitlaten, banden, ruitenwissers. Bent u bij ons aan het juiste adres. Ook voor onderhoud en reparaties kom je gewoon naar Ed Koster. Bakkie koffie. Ook voor gebruikte auto's vanaf tot. Kom langs aan de Kouwe Overstraat, vlak bij de Rotterdamse Dijk. 3000 vierkante meter bankstellen. Woon, slaap, kinderslaapkamers en matrassen. Dochthuismeubelen. Mooi, de grootste in de regio. Alles uit eigen import en productie. Dus niks levertijden. Vandaag gekocht is morgen in huis. Dochthuismeubelen. Super kwaliteit, wereldprijzen. Te midden van ruisend groen, bloemen die ontluiken. In een stilte die uw geest verrukt, waait de geur van ambachtelijk gemaakte pannenkoeken u tegemoet. Pannenkoekenhuis Het Hof, ook voor kinderpartijen, buffetten en recepties. Midden in de natuur en toch in het centrum van Vlaardingen. Pannenkoekenhuis Het Hof, aan de Hofsingel in Vlaardingen. Kijk op pannenkoekenhuishethof.nl. Modern meubeltoonkamers. Al meer dan 70 jaar de eikenspecialist. Grote keuze in meubelen en slaapkamers. Speciale seniorencollectie, gratis parkeren en veel voordeliger dan de meubelboulevard. Modern meubeltoonkamers. Voor service en kwaliteit. Meer info? Kijk op meubeltoonkamers.nl. Kom de eerste zondag van de maand naar de Koopzondag in het centrum van Schiedam. Gezellig winkelen in de historische binnenstad of overdekt in de Nieuwe Passage. Of lekker een van de vele terrasjes pakken. Bezoek dan ook de Curiosa-markt in het Boersveld. En let op, gratis parkeren in de parkeervakken op straat en in de parkeergarages ABC en Nieuwe Passage. Kijk eens, welkom terug bij deze live-uitzending van Look TV. Ja, ik moet er even goed voor gaan zitten, want het wordt toch nog wel een hele zit. We hadden zo gehoopt om u voor 12 al te melden wat de uitslag zou zijn hier in Schiedam van de gemeenteraadsverkiezingen. Zover is het nog niet, Patrick. Wat technische problemen heb ik begrepen en ze zijn op dit moment druk bezig om de uitslagen helemaal rond te krijgen. Het is overigens niet nieuw hoor, want 4 jaar geleden
Toen er nog wel de stemmachines waren, heeft het ook tot 11:45 geduurd. Omdat er ook wat technische problemen waren. Hoe heet het, Patrick? Ik geef jou even mijn lijstje. De gele cijfers wil jij nog even voor de mensen die pas later hebben ingeschakeld, misschien heel laat thuis zijn, even tot nu toe de stand geven? Ja, dat is goed. Voor iedereen die dat nog gemist heeft. De Partij van de Arbeid komt bij de tussenstand na 31 stembureaus uit op 21,7% van de zetels. Van de stemmen. De SP komt uit op 6,3%. Het CDA staat op 12,1%. De VVD gaat wel omhoog ten opzichte van 4 jaar geleden en komt nu uit op 15,4%. Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief komt uit op 8,7%. GroenLinks staat op 6,7%. AOV komt op 5,2%. Gemeentebelangen Schiedam 3,8%. D66 ja, zou dan toch een van de grote winnaars van vanavond zijn. 11,3%. Dat is een stuk meer dan de 3,4 van 4 jaar geleden. Ja, toen absoluut. Marcel Houtkamp echt dansend door het gebouw ging. Want ja, toen had hij die ene zetel. Zo blij was hij daar toen mee. Ja. Trots op Nederland 5,8%. Die zouden met 2 zetels... nieuw in de raad kunnen komen. Ja. En Progressief Schiedam 3,1%. Dat blijft een beetje stabiel. Dus het lijkt erop alsof Frans Hamerslag toch alleen de kar moet gaan trekken. Ja. Kunnen we spreken van de grote winnaar D66? Of is groot een beetje overdreven? Ja, ik denk dat D66 voor zichzelf misschien toch iets op meer had gehoopt. Want als je deze uitslag neemt met die ruime marge van 3, dan zouden ze uitkomen op 3 zetels. Ja. Dat is wel meer natuurlijk dan de ene die ze nu hebben. Maar zelf, en Adrie Reinhardt gaf dat ook aan in het gesprek, hadden ze toch gehoopt op 5 tot 6 uit te kunnen komen. Ja. Als we het globaal bekijken, zie ik toch niet echt heel dramatische verschuivingen. Nee, bij sommige het is niet partijen zo dat het niet. Politieke landschap in Schiedam ineens heel anders is, hè? Nee, bij sommige partijen niet. Want je moet met de SP ook rekenen dat die partijen eigenlijk de kiezers nu 2 keuzes hadden. Dus zowel voor de SP als voor Progressief Schiedam. Ja. Dat waren 5 zetels waarmee ze in de raad zaten. 2 en 1, dus dat is 3. Dan zouden ze wel een verlies hebben van 2 zetels. Ja. Maar ook de Partij van de Arbeid, ja, dat is ondanks dat ze de grootste van de stad zijn, toch de grootste verliezer van de avond. Ja. Pat, ik heb begrepen dat jij weer in de hoek mag gaan zitten. We zetten je lekker in de hoek neer. Ja, dat als is jij goed. Weer daar gaat zitten, komt mevrouw Verve, die komt weer aan. Dan gaan we naar 32 van de 33 bureaus. Nou, dan is het wel zo goed als zeker, maar ben ik met alle politieke partijen eens. Je wil echt alle 33 bureaus gehoord hebben. En dan pas kan je juichen of kan je bedroefd jezelf terugtrekken. Mevrouw Verve zie ik weer binnenkomen. Ja hoor, we gaan kijk eens aan. Nou, het gaat langzamerhand toch spannend worden. Ja hoor, zeker. Sorry. Zo is het. U heeft de papiertjes weer bij u. Eentje voor me. Kijk eens aan, wat een service. Lieve mensen in de zaal, wij gaan u bijna blij maken, althans dat hopen wij. Wij hebben 32 van de 33 stembureaus. En dat betekent langzamerhand, ja, het spijt ons ook vreselijk. We hadden u heel graag eerder helderheid verschaft, maar iedereen doet zijn best. En niemand is er natuurlijk bij gebaat wanneer het onzorgvuldig zou gaan of herroepen moet worden. Mevrouw Verve, zorgvuldigheid en duidelijkheid voor alles. Ja. 32 van de 33 stembureaus, wij gaan luisteren naar de tussenstand. Ja, en dat is ook waarschijnlijk de laatste berichtgeving van vanavond, of waarschijnlijk, ik weet wel bijna zeker. En dat geeft u dan ook nog de mogelijkheden om eventueel de lijsttrekkers zometeen uit te nodigen voor eventueel een eerste reactie. Maar de tussenstand naar 32 stembureaus is Partij van de Arbeid 22,0, SP 6,4, het CDA 11,9, VVD 15,3, Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief 8,7, GroenLinks 6,7, AOV 5,3, Gemeentebelangen 3,7, D66 11,2, Ton 5,8, en Progressief Schiedam 3,1. En voordat wij gaan analyseren, mij is zojuist gevraagd of ik aan de zaal wil vragen om voor de band een hartelijk applaus te geven. APPLAUS
En terecht. En terwijl wij de uitslagen gehoord hebben, Patrick, je hebt mee zitten schrijven. Je hebt mijn lijstje van hiervoor nog. Zijn er grote verschillen opgetreden tussen de voorlaatste en deze tussenstand? Nee, weinig. Je ziet dat de Partij van de Arbeid een paar tienden erbij krijgt. Nu met 22,0 toch op die 7 blijft staan. SP 0,1% erbij, 6,4. Nou, dan kun je zeggen dat die zijn twee zetels behoudt. Dat gaat ten koste van het CDA, die van 12,1 naar 11,9 gaan. Die houden we dus op 4. De VVD kun je concluderen, die gaat nu echt naar de 5 zetels toe. Heeft 15,3, dat is 0,1% minder. Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief bleef hetzelfde op 8,7. Dat zouden er 3 zetels kunnen zijn. GroenLinks blijft hetzelfde op 6,7. Dat zijn dan 2 ruime zetels. Het AOV gaat van 5,2 naar 5,3, kruipt dus ook weer naar die tweede zetel toe. Gemeentebelangen Schiedam, een tiende eraf, maar 3,7 is ook nog een ruime zetel die ze hebben. D66 gaat van 11,3 naar 11,2, die houden dan 4 zetels. Trots op Nederland blijft op 5,8 staan, dus dat gaat ook richting 2 zetels. En Progressief Schiedam blijft staan op 3,1 en dat lijkt dus nog altijd 1 zetel te zijn. Ja. Kunnen we concluderen dat we dadelijk achter de komma nog een marge kunnen krijgen van 0,2, 0,3? Ja, hooguit? Dat hebben we net ook gehad, hè? Plus of min 0,2, 3. Ja. Dus ja, veel verschil zal het niet zijn. Veel verschil zal er dadelijk niet meer... laten we hopen dat dat laatste stembureau ook dadelijk nog even alles op orde krijgt. Het gaat zich zo langzamerhand echt aftekenen. Eigenlijk al na een bureau op 25, toen begon het in mijn ogen al vaste vormen te krijgen. Ja, het is niet veel veranderd, maar nee. Het is toch nog net spannend genoeg gebleven. Iedere keer even iets meer, even iets minder. Ja. Maar misschien is dit wel het moment om aan de lijsttrekkers te vragen wat ze ervan vinden. Ik denk dat slim is om al ondertussen de lijsttrekkers hier naartoe te halen. Even nog, Patrick, over het opkomstpercentage. Ik was er net optimistisch en zei van nou, misschien toch nog naar de 44. We raken nog net geen 42%. Ja, dat is heel dramatisch. Tenminste, als je het vergelijkt met 4 jaar geleden, toen we toch op 49,75% zaten, we bijna richting de 50% gingen, is een daling van 7% denk ik toch wel dramatisch te noemen. Ja. Ik stel voor dat we een rondje lijsttrekkers gaan doen. Wanneer alle lijsttrekkers zo vriendelijk willen zijn om even naar het podium te komen. Mag ik u bedanken? Volgens mij gaat u ook zo afsluiten. Dat laatste stembureau, dat gaan we vanavond niet meenemen. Ik denk niet dat we het gaan halen. Meenemen. Als het wel zo is, kom ik dan nog terug. Dan komt u gelijk nog even terug. Ja, maar anders... En dan kunt u ondertussen al wat troost bieden of feliciteren. Dat zal ik graag doen. Want dat doen. Is uw taak. Maar het was mij tot genoegen. Ja, mij ook. Wederzijds, dank u wel. Wij zullen ons toch opgeven voor de wereldkampioenschappen schaatsen. Wij gaan de lijsttrekkers begroeten. Ik stel voor, even organisatorisch, dat we een aantal lijsttrekkers bij mij op de bank zetten. En een aantal bij Patrick. En dan kunnen we om en om, meneer Glaudu, als u hierheen wil komen. Meneer Wijmans, als u hierheen wilt komen. Meneer Hamerslag, als u hierheen wil komen. Nou, we hebben nog wel meer lijsttrekkers. Meneer Rozen, wilt u, als u daar blijft staan, meneer Mostert, even kijken. Dan krijgen we de heer De Ron, die blijft daar staan. Zo verdelen we het. Dan krijgen we mevrouw De Groot, die mag bij mij komen. Nou, we gaan al aardig richting 11, komt u maar. Heerlijk, eventjes lekker chaotisch. Mevrouw De Groot, heren, een dame. Ik weet niet, moet ik u uitleggen hoe dat werkt? Mevrouw De Groot, wie van de drie? Ik zie daar bij Patrick in ieder geval 4 lijsttrekkers staan. Ik heb er hier 4. We zoeken nog Menno Soyer. We zoeken nog de heer Soyer, de heer Jongen. Ja, van Trots op Nederland. En Marcel Houtkamp, D66. Ondertussen, Patrick, zullen we alvast maar van slag gaan. Edgar, hebben we alles in de hand? Dan beginnen we aan deze kant. Meneer Glaudi, GroenLinks. 6,7, ruwweg 2 zetels. Uw eerste. Ik moet u geluid geven, die ligt naast u. Excuses, die ligt bij u op de grond. Iets verder, daar komt hij. Ja, ik heb hem. Meneer Glaudi, eerste reactie: ruim 2 zetels. Nou, ruim is leuk. Ik had liever 3 zetels gehad, dat zal bekend zijn. Daar gingen wij voor. We zijn toch een derde gestegen, laat ik het zo maar zeggen. We hebben van
4,2 naar 6,7. Dus toch waardering van de kiezers. Alleen net even te weinig om die derde zetel binnen te halen. Wat jammer is. Ja, we krijgen overigens nog één bureau. Ja, en dus, we krijgen nog de restzetels. Dus is dat iets waar u op hoopt? Ja, misschien slaap ik vannacht nog niet. Oké, prima. Ik stel voor dat ik even het rijtje hier afmaak, Edgar. Want dat lijkt me makkelijker. We gaan even de microfoon doorgeven naar meneer Hamerslag. Progressief Schiedam. Meneer Hamerslag, 3,1. Dat is één zetel. Dat is één zetel. En, uw eerste voor een, reactie? Nou, voor een nieuwe partij, wat we toch zijn, is dat natuurlijk een heel goed resultaat. Uiteraard hadden wij beter gehoopt en gewenst. Maar goed, ik kan de andere partijen alleen maar feliciteren. Ja, u gaat, als het zo eruit blijft zien, alleen de raad in. Ja, dan ben je niet te benijden, heb ik begrepen. Een eenmansfractie? Een eenmansfractie. Aan de andere kant heb ik andere mensen dat heel goed zien doen. Waaronder mijn buurvrouw hier naast mij. Dus er is zeker hoop. En we, kunnen ons, we gaan zeker door als Progressief Schiedam. En we zullen laten zien over 4 jaar dat we er weer helemaal klaar voor zijn. Zo is het, dank u wel. Mevrouw de Groot van het AOV. U bent van 3,7 in 2006 nu naar 5,3. Dat is net geen 6, dat zijn net geen 2. Hoopt u door middel van afronding restzetels, moet het lukken? Ik ga er gewoon vanuit dat we dit keer gewoon verdienen waar we recht op hebben. En na zoveel termijn in mijn eentje, met een prima achterban en een prima schaduwfractie, verdient mijn tweede man gewoon die tweede zetel. Dus ik hoop dat dat ook nu echt gaat lukken. Ik zie aan u dat, dat het u wat doet. U bent emotioneel. Is dat de spanning? Dat mag best. Nou, dat mag ook wel naar, als je ziet hoe hard we met z'n allen hebben samengewerkt, gevochten voor deze campagne. We hebben het zo goed gedaan, we hebben zoveel gewonnen en ik ben zo blij dat iedereen ons zo gesteund heeft. Goed zo, dankjewel. We gaan naar meneer Meijmans van de SP. Ja, dat mag best. Een hart onder de riem, dat is helemaal, kan helemaal geen kwaad. U bent, als we het landelijk van 4 jaar geleden bekijken, van 14,2 nu naar 6,4. Dat zijn ruim 2 zetels. Er is wel wat veranderd in de partij. Wat is uw eerste reactie? 2 zetels eventueel? Nou, ik wil eerst even beginnen met de Partij van de Arbeid te feliciteren. Want die hebben deze verkiezingen toch gewonnen. Dat zijn nu toch de grootste geworden. Voor de rest natuurlijk ook de D66 en de VVD en Trots op Nederland die... eigenlijk flink gewonnen hebben en eigenlijk voor de rest iedereen die winst geboekt heeft. Ja, zelf ben ik wel een beetje teleurgesteld. De landelijke trend wees natuurlijk wel aan dat de Socialistische Partij op verlies staat. Dus ja. Het was natuurlijk ook wel te verwachten dat het hier zou gaan gebeuren. Ja. Desalniettemin 2 zetels. Het valt een beetje tegen, maar ja goed, we moeten het in ieder geval mee doen. We gaan gewoon verder. Maar u bent met een nieuwe club, je moet het maar vergelijken met een jonge plant. Krachtig weer aangroeien, de wortels sterk erin zetten. En over 4 jaar kan die mooie jonge plant misschien wel eens uitgroeien tot iets moois. Nou, het is natuurlijk wel de kracht van de Socialistische Partij. Dat die natuurlijk niet altijd in raden actief is. Maar ook op straat en ja. In wijken. Dus daar gaan we natuurlijk gewoon verder op inzetten. Okay. En ik hoop nu ook dat de Partij van de Arbeid nu ook het voortouw gaat nemen. En een sociale coalitie zal benaderen. Oké, ik ga u afkappen, want we hebben natuurlijk nog heel veel mensen. En we moeten de tijd in de gaten houden. Dank u wel. We gaan naar Patrick, die staat daar met een behoorlijk aantal mensen. Ja, een drukke tafel, Jan-Willem. En ik denk ook een tafel met heel veel uiteindelijk toch tevreden mensen. Want ik heb toch een aantal winnaars van vanavond ook naast me staan. Dat is onder meer Johan Jonge, de lijsttrekker van Trots op Nederland. U gaat, zoals het er nu naar uitziet, met 2 zetels de raad in. Ik ben tevreden. Ik kan me voorstellen. Dan gaan we even naar Ad Hekman van het CDA. Uw partij percentagegewijs verliest wel, maar lijkt op 4 zetels af te stevenen. Ja, dat is één zetel verlies. En ja, dat wijten wij dan toch voornamelijk vanuit het landelijke gedoe. Dat is jammer voor ons in Schiedam. Maar aan de andere kant toch tevreden dat we stevig op 4 zetels zijn uitgekomen. Dan gaan we naar Rens de Ron, Leefbaar Schiedam, Schiedam Actief. Zoals het er nu naar uitziet, meneer de Ron, 3 zetels. Ja, ik denk dat wij tevreden mogen zijn. We hebben toch een, als ik nu kijk, een lichte winst geboekt ten opzichte van 4 jaar. Dus ik feliciteer in ieder geval de VVD en D66, want die hebben enorm gewonnen. Dus complimenten daarvoor. En dan staat de vertegenwoordiger van D66 naast u. Dat is niet Marcel Houtkamp, maar dat zullen we even uitleggen. Die is op dit moment nog bezig op het stembureau om die stemmen van dat laatste stembureau te tellen. Precies, dat is de situatie. Daar is een enorme hoeveelheid stemmen binnengekomen en hij wil niet zijn collega's in de steek laten daar.
En dus bent u als nummer 2, Annerieke van der Water, even aanwezig om de eerste reactie te geven. Ja, uw partij is inderdaad een van de winnaars van vanavond. Ja, geweldig. Ik wil ook in eerste instantie al onze kiezers bedanken. Ik vind het echt fantastisch wat er is gebeurd. En wij zijn natuurlijk hartstikke blij. Van 1 naar 3 en misschien wordt het nog 4. Ik vind het super. Dan gaan we naar Andreas Rozen, gemeentebelangen Schiedam. Ik mag u denk ik ook feliciteren, meneer Rozen, want gemeentebelangen Schiedam 1 zetel. Ja, we hebben onze ontfutselde zetel weer terug en daar zijn we heel blij mee. Maar ja, het is heel duidelijk dat de bestaande coalitie afgestraft is. Alle partijen hebben verloren, dus ja, het is wel duidelijk. En dan nog even de laatste die bij me aan tafel staat, Ad Mostert van de VVD. Ja, u heeft denk ik ook reden om tevreden te zijn vanavond. Ja, absoluut. We hebben een geweldig resultaat behaald. Dank aan de kiezers die hun stemmen aan ons, op ons hebben uitgebracht. Ik denk dat we beloond zijn voor 4 jaar constructief oppositie voeren. Een helder geluid, een constant geluid. En wij zullen het mandaat dat we nu van de kiezers gekregen hebben, zullen we niet beschamen. Nee, want zoals het er nu naar uitziet, ziet u stevig op de 5 zetels. Absoluut. Goed, nou dan was dat de lijsttrekkersronde hier aan tafel, Jan-Willem. Goed. Zo, lieve mensen thuis, het is 10 minuten voor 1. We gaan er langzamerhand een eind aan maken. Nu zult u denken van Marcel Houtkamp, D66 en Menno Sulier, Partij van de Arbeid. Die kunnen we niet beneden krijgen. Ik heb het niet helemaal begrepen Marcel waarom Houtkamp niet. Zit op het stem. Daar is alvast een Patrick. Ja, maar daarom hadden we net de nummer 2 van D66, Annerieke van der Water. Marcel Houtkamp zit nog op het stembureau, waar de stemmen geteld nog moeten worden. Die zit op het ene bureau nog. Ja, en die wil de mensen daar niet in de steek laten. Ah, oké, okay. Nou, dat toont hem netjes. De heer Sulier is ook ergens in het gebouw, maar is niet te vinden. Maar wij vinden het niet verantwoord om u nog langer uit de slaap te gaan halen. Even heel kort, mevrouw Verve. Dit was hem, de eerste keer in Schiedam. Even uw eerste reactie. Ja, heel bijzonder. Ik denk dat we er een leuke avond van hebben kunnen maken. Dat, tenminste, dat hoop ik. Dat het een gezellige avond voor de verkiezingsuitslag was. Ja, en ik ben natuurlijk super benieuwd wat er nu verder gaat gebeuren. Volgende week gaan we leuk afscheid nemen van de raadsleden die zo hard gewerkt hebben aan de stad de afgelopen 4 jaren. Daarna gaan we de nieuwe raad installeren en dan wacht ik met buitengewoon veel spanning de nieuwe coalitie af. Zo is dat. Worden spannende dagen. Ik bedank u hartelijk. Ik wens u straks al een goede nachtrust toe. Ja. Zonder jazzmuziek. Want dan slaap je beter. Nee, het wordt eerst nog even het stemmen tellen. Zo is het. Bert, even een korte reactie over de avond. Verrassend. Er komen dus 11 partijen in de Schiedamse gemeenteraad. En dat is volgens mij een tijd geleden dat zo'n groot aantal vertegenwoordigd is geweest in de raad. Zo is dat. Lieve mensen thuis, we gaan het afsluiten. U gaat de tandjes poetsen. U moet rusten, want morgenochtend verwachten we weer een gewone, heerlijke, ouderwetse Hollandse werkdag. Wij danken het theater hier voor de gastvrijheid in de foyer. We danken de gemeente Schiedam voor alle faciliteiten die zij ons geboden hebben. Wij danken het orkest van vanavond, want ga er maar eens aanstaan. Het bedienend personeel, alle technici die voor ons gewerkt hebben. Licht, beeld en geluid. De medewerkers van Look TV. Kortom, het hele gezelschap en ook de mensen hier vanuit de zaal. Wij hier vanuit de foyer van het theater. Wij wensen u een fijne nachtrust. En u weet het, graag tot de volgende keer.